Heet u bij deze allemaal zeer van harte welkom bij de aanbieding van het advies Verbindend Landschap, waar ik nog dadelijk even op terugkom. Hartelijk welkom dus. Allereerst wil ik een paar mensen noemen. Dat zijn Peter Heij en Wieke Tas, die daar het rapport in ontvangst gaan nemen namens respectievelijk minister Schultz van Hagen en staatssecretaris Van Dam. Peter is directeur-generaal Ruimte en Water en Wieke werkt bij de directie Landschap en Natuur, als ik het goed zeg. Ik zeg het niet helemaal goed, maar Natuur en Biodiversiteit, ik zeg het niet helemaal goed. Jullie twee zullen daar het advies namens het kabinet in ontvangst nemen. Ik heet ook van harte welkom Berno Strootman, de rechtsadviseur voor de fysieke leefomgeving. Ik moest er nog even aan wennen, maar het komt al aardig uit mijn mond. Hartelijk welkom, jij bent de eerste co-referent. En in ons midden zal verschijnen Jan-Jacob van Dijk. Die is gedeputeerde in de provincie Gelderland, maar ook voorzitter van de IPO-commissie Vitaal Platteland. Die zal de tweede co-referent zijn. Die mensen wil ik in het bijzonder noemen, maar ik wil daarnaast nog een paar andere mensen noemen. Niet met name een toename, maar wel een groep of groepen, moet ik zeggen. Dit advies heeft een bijzondere wordingsgeschiedenis. Het is onder andere tot stand gekomen door consultatie van een aantal deskundigen van bureaus en universiteiten die voor ons hebben nagedacht over de toekomst van het Nederlandse landschap. Maar het is ook tot stand gekomen in een tweetal gebiedssessies, waarbij de commissie die dit werk heeft voorbereid is afgereisd naar respectievelijk de omgeving van Meidrecht, de Ronde Venen, en naar het Westland om daar met mensen, bewoners, bezoekers te praten over hoe die gebieden eruit zien en wat ze daarbij voelen en hebben meemaken. En van hen zijn ook een aantal vandaag aanwezig hier en ook hen wil ik van harte welkom heten, want jullie kunnen nu hopelijk zien wat er van al die beraadslagingen uiteindelijk terecht is gekomen. Dat het welkom heten. Ik blijf maar heel kort aan het woord, want het woord is vooral aan anderen, zeker in het begin. Ik wil nog een paar huishoudelijke mededelingen doen. De eerste daarvan zal ik u verzoeken uw telefoons uit te zetten. Ik heb zojuist de mijne uitgezet. Het is mij de vorige keer dat ik een advies mocht overhandigen aan het kabinet overkomen dat de telefoon afging tijdens die bijeenkomst. Dus dat wou ik niet nog een keer meemaken, maar ik wou u verzoeken hetzelfde te doen. Ik maak u erop attent dat het wat hier gebeurt gefilmd wordt. En niet alleen dat, maar ook het geluid wordt opgenomen. Dus alles wat u zegt kan voor of tegen u gebruikt worden. En zal op de website van de Raad voor de Leefomgeving ongecensureerd verschijnen. Laat u dat niet ontmoedigen om het woord te nemen. Maar ik moet het wel u vertellen. Dat is mijn tweede huishoudelijke opmerking. En mijn derde betreft het programma. Dat heeft u gekregen. Dat ga ik u niet uitgebreid toelichten. Ik zal ervoor zorgen dat we uiterlijk tussen 4:45 klaar zijn. Een beetje naar gelang de discussie verloopt. En om op dat laatste terug te komen, nadat het advies is aangeboden, zal eerst Berno Strootman en dan Jan-Jacob van Dijk kort elk 10 minuten co-refereren op dat stuk wat voor ons ligt. En daarna is het woord aan de zaal en kunt u hen bevragen, maar ook Annemiek Nijhoff bevragen, die de voorzitter is van de commissie die het advies heeft voorbereid. Overigens zijn er van die commissie ook een paar andere leden in de zaal aanwezig, die ik ook van hier van harte welkom heet. Maar het woord is nu allereerst aan Annemiek voor de presentatie van het advies dat ik daarna zal overhandigen aan het kabinet door tussenkomst van de genoemde personen. Annemiek, je hebt het woord. Dankjewel. Goedemiddag, dames en heren. Dit is het bos bij Baren, waar ik geboren ben. En wat voor mij heel symbolisch is voor mijn jeugd. Ik ging hier op zondag vaak met mijn vader en moeder, mijn oudere zus en mijn broertje wandelen. Dat wandelen vonden wij tamelijk stomzinnig. Want je kwam altijd weer op dezelfde plek uit. Maar we gingen dan daarna pannenkoeken eten in de Lage Vuurse. En dat was eigenlijk geweldig. En vooral onze verjaardagsfeestjes. Dan zette mijn vader de caravan in het bos. En dan gingen wij gewoon in het bos spelen met elkaar. En daar bewaar ik geweldig warme herinneringen aan. Als ik in een bos kom, denk ik daar altijd weer aan terug. Ik ging studeren in Enschede. En heb daar een zestal jaren gewoond in die omgeving, heel veel gefietst. En ik heb dat gebied enorm leren waarderen. Het is een heel gevarieerd landschap, er staan prachtige boerderijtjes. Maar het is ook een gebied wat zich kenmerkt door agrarisch gebruik. En heel veel landgoederen die eigenlijk het verhaal vertellen van een zeer rijk, glorieus verleden van de textielindustrie, waar heel veel hele mooie landgoederen door zijn ontstaan. Toen ging ik werken in Deventer.
En dat was in de periode 92-98 dat ik daar woonde. En Deventer is een prachtige Hanzestad. Je ziet hoeveel rijkdom een rivier en een rivierenlandschap kan brengen. Ik kon van daaruit op de fiets ook al die andere Hanzesteden wel bereiken. Maar ik woonde daar ook toen het water zich niet meer liet temmen in 93 en 95. En het in die flessenhalzen van die steden veel te krap werd. En het over de kaders kwam en ook bij mij in de kelder stond. En dat heeft me later zeer gemotiveerd bij het programma Ruimte voor de Rivier. En toen ik dan ook in Den Haag ging werken, was Deventer te ver. En ben ik gaan wonen op de plek waar wij nog steeds wonen, in de Krimpende Waard, in Haastrecht. En dit is het gebied, het landschap waar ik vandaag de dag woon. Waar ik, als ik mijn deur uitga, binnen 5 minuten dit soort omgeving tegenkom. En waar ik heb ervaren en geleerd hoe bijzonder de kleuren zijn van dit gebied. En dat ik eigenlijk nergens de lente zo heb ervaren als in dit gebied. En dat heeft ook te maken met dat ik hier mijn kinderen heb gekregen, ze heb grootgebracht. En met die kleintjes op de fiets voorop en achterop altijd naar buiten ging als de eerste lammetjes in de wei stonden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik ben 5 keer verhuisd in mijn leven. En ik heb me 5 keer weer enorm kunnen verbinden met het landschap van mijn omgeving. En dat refereert ook naar de titel, dat landschap een geweldig verbindende kracht is. En we hebben als Raad voor Leefomgeving dit onderwerp op de agenda gezet in een tijd dat we eigenlijk een beetje zorgelijk naar dat thema keken. Want in de laatste ruimtelijke nota's zijn we gestopt met het hebben van specifiek landschapsbeleid. Terwijl we natuurlijk een heel geschiedenisboek vol kunnen schrijven over groots en meeslepende landschapstraditie. En we volop bezig zijn met een grote operatie van decentralisatie in het ruimtelijk beleid. En we tegelijkertijd zien dat er ongelooflijk veel uitdagingen op dat landschap afkomen vanuit allerlei transitieopgaven. En die zorg was de aanleiding voor dit advies. Van, gaat dat wel goed? Die grote veranderingen een plek geven of laten gebeuren of in ons prachtige mooie landschap. Waarbij landschap, ook daarvan kan je heel veel definities vinden. Voor ons is dat gebieden en de verhalen die in die gebieden verteld worden, wat mensen zien en waarnemen. En wat niet alleen gaat over de fysieke geografie van het gebied, maar wat de natuur en de mensen gemaakt hebben in onze omgeving. Nou, de uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij dit advies... zijn dan ook natuurlijk niet de insteek van wat willen we behouden of wat zullen wij gaan definiëren wat nieuwe nationale landschappen moeten zijn. Maar wij zijn heel erg begonnen bij verandering. En bij die grote veranderingen die, of we het leuk vinden of niet, onvermijdelijk zijn en ons land ook gaan veranderen. Voor ons is dat geen vraag. De klimaatverandering en sommige veranderingen gaan geleidelijk. De natuur verandert geleidelijk en het waterbeheer verandert wellicht geleidelijk en de bodemdaling vindt plaats. Maar er zijn ook veranderingen die gaan echt wel snel. Die gaan zich voltrekken binnen 10 jaar of binnen een generatie. En dat gaan we dus ervaren, dat die verandering er is. En dat zit in het waterbeheer, in de opvangen van wat nodig is om een klimaatakkoord als in Parijs of waar nu in Marrakesh over gesproken wordt te realiseren. En in de landbouw. Is dat nieuw? Nee, helemaal niet. Als we gewoon terugkijken, dan is dit eigenlijk gewoon een verandering die ook een enorme geschiedenis kent. In dat boek van Nederland zijn al heel veel hoofdstukken geschreven vanuit de ruilverkaveling, de inpoldering, de manier waarop we met onze haven zijn omgegaan, die grote veranderingen tot gevolg hebben gehad. We denken dat een kenmerk van landschap, ook al is de definitie het gebied, hoe een mens waarneemt wat in wat voor omgeving die leeft, zoals de verhalen van mijn jeugd, dat toch een te beperkte blik is op landschap. Want landschap moet je op verschillende schalen beschouwen, omdat het samenhangt en niet stopt bij de reikwijdte van de waarneming van een individu. En dat is ook de kunst dat het inzoomen en het uitzoomen, het dicht bij de mensen brengen van het verhaal van landschap, maar ook weer kijken naar grote samenhangende systemen en hoe Nederland zich ook in de Europese delta bevindt, dat eigenlijk enorme creativiteit vraagt.
We hebben enorm met elkaar geworsteld met wat is landschap nou? Is landschap nou een van de sectoren, zoals je met naar landbouw en naar economie en milieu en energie kan kijken? En vaak in een milieueffectenrapportage of in een ruimtelijk plan, als een van de sectoren afweegt, afvinkt, een plus- of minnetabel aanzet, of is het meer dan dat? En eigenlijk hebben wij gezegd, ja, natuurlijk is landschap ook een sector. We hebben een hele professionele sector die zich bekwaamt in het denken en beoordelen van landschap en die dat ook de historie daarvan kan bestuderen. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Wij plaatsen landschap als het begin en het einde van ruimtelijke veranderingen. Want er is al een landschap, veranderingen komen daarin, moeten daarin hun weg vinden en creëren en scheppen daarmee ook weer een landschap. Wat waarde vernietigt als we het verkeerd doen, of wat juist waarde schept en creëert als we het goed doen. Nou, en dat wat wij ook als eigenlijk een uitkomst van dit onderzoek hebben gedaan, maar ook wel als vertrekpunt, was, ja, je moet dit natuurlijk niet als deskundige of als overheid alleen doen. Daarin zul je heel goed ook de verbinding moeten maken met de mensen in het gebied. Nou, adviseert de Raad voor Leefomgeving en overigens alle adviesraden van het kabinet, als je ze gaat bestuderen, bijna altijd dat de overheid in dialoog met de burgers moet treden. Want we zitten allemaal in de verandering, dat de samenleving niet meer van bovenaf gestuurd kan worden, dat het niet meer de overheid is die bepaalt hoe de werkelijkheid eruit ziet. En we zijn op zoek naar processen waarop we dat kunnen doen. En we hebben daarom ook in dit adviestraject gezegd, laten wij zelf dan als raad ook de daad bij het woord voegen. En wat hebben we gedaan? We zijn in twee gebieden, zoals Jan-Jaap al aangaf, aan het verkennen gegaan. We zijn in de polder bij Meidrecht geweest en we zijn naar het Westland gegaan. Twee hele verschillende gebieden qua karakteristieken, openheid van het landschap en wat daar kenmerkend in is. En waar bij Meidrecht openheid, wijsheid, landbouw en landschap is, zie je hier een foto van het Westland waarin het enorm gaat over verdichting, verstedelijking, glas, tuinbouw, mogelijkheden voor energie, productie daarvan, maar ook de impact die deze schaalvergroting heeft gehad op de infrastructuur in dit gebied is enorm. He, waar vroeger de vrachtwagens naar de veiling gingen om de producten af te wikkelen of te verplaatsen, heeft de schaalvergroting van de kassen ervoor gezorgd dat dat nu bij de kas zelf gebeurt, met alle infrastructurele veranderingen van dien. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben onszelf uitgenodigd in die gebieden. En mensen uitgenodigd van 18 tot 80. En we zijn begonnen met een gesprek. En we hebben mensen, en ik zie er ook een aantal van in de zaal, gevraagd om eens te vertellen hoe een dag in hun jeugd eruit zag. En in die verhalen heeft men geprobeerd te vertellen wat belangrijk was in dat gebied. En het bijzondere was dat we gewoon eigenlijk in anderhalf uur tijd heel goed de essentiële waarden van het gebied te pakken kregen. Dat wat mensen gemeenschappelijk belangrijk vonden in dat gebied waar ze waardevol vonden en wat ze eigenlijk allemaal vonden. Dus er was een grote mate van gemeenschappelijkheid in wat kenmerkend was voor de cultuur of het gebied. En bijvoorbeeld ook waarom mensen na jaren studeren weer graag teruggaan naar het Westland. En wat heel duidelijk was, was dat je dus ook niet met vreemde ogen van buitenaf per se dat verhaal kan vatten. Daar zitten naast fysieke elementen ook heel veel verhalen, culturele elementen aan. Nou, nadat we dat gesprek gevoerd hebben, hebben we gevraagd of de inwoners van die gebieden ons mee op reis willen nemen naar plekken waarvan zij vinden dat die symbool staan voor dat wat van waarde is en wat men wil bewaren. Maar ook meenemen naar plekken waarvan men juist vindt dat ze niet passend zijn of elementen in het landschap die er eigenlijk helemaal niet in thuis horen. Wat mooi is, wat lelijk is. En we hebben op die manier ook heel veel opgehaald. Wat ons heel erg opviel was dat een deel van de verhalen ook gaat over iets wat niet meer te zien is. Er was een verhaal, ik was met iemand op pad die zei, ja, daar stond de katholieke school en daar was de protestantse school. En dan liepen we die kant op, daar kwamen we elkaar tegen en daar gingen we vechten. Hè? En dat, dus ergens zat er in dat verhaal, in dat gebied, verhalen opgesloten van dingen die niet meer te zien zijn, maar die wel een bepaalde betekenis hadden voor de mensen die door dat gebied gingen. Er waren
Er was een trein gekomen, er was een station geweest en de trein was weer verdwenen. Er was openbaar vervoer gekomen en er waren weer busverbindingen verdwenen. Er waren, als je kijkt, dus even, goh, hoe kan het nou dat je helemaal niet meer door die kassen heen kan kijken? En wij een meter zagen waar je doorheen kon kijken, zeiden, god, is toch eigenlijk mooi dat je er nog doorheen kan kijken? Dat de reactie was van, nee joh, dat is een meter verspilling. Daar hadden, weet je hoeveel tomaten we daarop hadden kunnen kweken. Dus het was ontzettend inzichtgevend om eigenlijk door dat gebied samen te gaan kijken. Daarna hebben we thematafels georganiseerd. Door eerst terug te kijken, per 10 jaar, 50 jaar lang terug te kijken. En ons af te vragen, wat waren nou bepalende gebeurtenissen die dit gebied veranderd hebben? En we hebben de mensen zelf laten, we hebben daar natuurlijk voorwerk aan gedaan. Maar door daarover te praten, ontstond er ook een besef van, goh, jeetje mina, wat is hier ontzettend veel al veranderd. En toch voel ik me nog steeds verbonden met dit landschap. En voel ik me er nog steeds thuis? Is het nog wel steeds mijn Westland? Of is het nog wel steeds mijn Meidrecht? We hebben daarna vooruitgekeken naar de grote uitdagingen die in dit gebied opgevangen moeten worden. En met de bewoners gekeken, van als hier dan een energietransitie moet plaatsvinden en we duurzame energie een plek moeten vinden, hoe zou je dat hier aanpakken? Wat vinden we dan van mobiliteit? Wat vinden we van verdergaande verstedelijking en het opvangen van de jeugd of via nieuwe woningen in een polder die je eigenlijk ook open wil houden? Hoe gaan we hier om met de schaalvergroting in de landbouw als we eigenlijk geen hoogbouw willen? We hebben over die dilemma's met elkaar gesproken om te kijken of we kunnen prioriteren en creativiteit kunnen aanboren. En wat een belangrijke dominante factor in de analyse was, vitaliteit. Zonder vitaliteit in een gebied is een gebied eigenlijk ten dode opgeschreven. En vitaliteit betekent verandering accommoderen. En het is niet zo dat mensen tegen verandering zijn. Mensen zijn tegen waardeverlies. En dat is niet mijn, zijn niet mijn woorden, dat zijn al de woorden van Couturier uit 1987. Die zijn mensen die zijn bang dat wat er voor in de plaats komt voor hen minder waardevol is. Maar iedereen beseft dat als er geen woningen meer komen in Meidrecht, dat de jeugd niet meer terugkomt omdat er geen kinderen meer groot te brengen zijn. Nou, we hebben daar heel veel uit opgehaald, maar we hebben ook heel nadrukkelijk gevraagd van ja, ligt ook een grote ontwerpopgave in dit land. Dus hoe boren we de kennis en expertise aan die we in Nederland hebben met die ontwerptraditie vanuit de ontwerpende professionele gemeenschap. En daarvoor hebben we 10 teams aan het werk gezet en daar wil ik nu graag een filmpje van laten zien die een impressie geeft van die bijeenkomst. In de challenge Landschap 2070 visualiseren 10 ontwerpbureaus en onderwijsinstellingen hun ideeën voor de toekomst van het Nederlandse landschap. Luister hoe de bureaus de opgave interpreteren. Ik denk dat landschappen in de komende 20, 30 jaar enorm gaan veranderen. Als we tenminste de ambities die we met elkaar hebben afgesproken ook na gaan komen. We moeten niet naar 2070 kijken, maar we moeten eigenlijk nog verder kijken. Dan pas zie je de noodzaak. Als je naar 2300 kijkt, dan worden de problemen nog extra, nog groter en nog extremer. Er zal ongelooflijk veel veranderen in de manier waarop we met beleid omgaan, waarop bewoners invloed hebben, waarmee we met allerlei gegevens om kunnen gaan. Twee van de grote bedreigingen de komende decennia zijn de hevige waterval en de bodemdaling. Maar de grote dreiging komen niet vanuit de zee, maar vanuit het achterland en uit de lucht. Wat is het landschap volgens de bureaus? Een landschap is zoals een landschap als je het kan beleven. We hebben in Nederland van ouds een enorme diversiteit aan landschappen, waarbij het sturend, het ordenend mechanisme voortdurend het verschil in condities is geweest. In de regio Groningen-Assen, het gebied waar ik het over wil gaan hebben, daar zit eigenlijk gewoon de perfecte balans tussen stad en land. Nederland kent een heroïsche traditie van polderen, baggeren en werken tegen de natuur. Technologische ontwikkelingen van de komende 50 jaar zullen zoveel impact hebben op het landschap, dat we deze niet langer meer kunnen indelen in verschillende hokjes. Dan nu de ontwerpen voor Nederland. Moeten we dan niet eerlijk zijn en eigenlijk ook in de toekomst gaan verhuizen naar Hoog-Nederland? En vanuit die hersenspinsels zagen we eigenlijk door onze oogharen 7 grote nieuwe landschappen in Nederland. En elk van die landschappen die maakt gebruik van de kracht van de natuur. Wat wij eigenlijk willen is dat we meebewegen gaan met die dynamiek.
Nou, wat nou als je voortborduurt op die verzilting in het gebied, achter de dijk, valt wellicht niet veel meer te halen. Maar voorbij die dijk liggen hele nieuwe kansen. Dit is eigenlijk een beetje een pleidooi voor de grotere landschappen maken of eigenlijk dingen op elkaar beschouwen. En dat je eigenlijk toe wil naar een manier waarin dat water een sterkere rol speelt, meer zichtbaar is. En die ook noodzakelijke ingrepen worden gekoppeld aan stedelijke ontwikkeling. Door 3 miljard kuub zand op te spuiten, maken we hier een van de grootste zoetwaterreservoirs. Het nieuwe goud voor de toekomst. Delta 3000 vertrekt voortbedurend op de Delta-programma's vanuit het Europees perspectief. De enige logica is het daadwerkelijk hogerop te zoeken. Dit heeft geleid tot een nieuw landschap van hyperterpen, zandlinies en stedelijke hoogvlakten. Nu bekend als Duinmetropool. Dus is hier niet veel meer uit te halen qua biomassa? Productie voor dit hele gebied. En zou dat misschien ook een nieuwe push kunnen geven aan dit gebied? Het realistisch is om een soort kloppend plaatje te maken van energieconsumptie en energieproductie. Dat lukt je niet op stadsniveau. Op landsniveau wordt het ook wel heel ingewikkeld. Maar die regio is een hele dankbare schaal om dat te organiseren. Het belangrijkste punt wat ik wilde maken is dat ik denk dat die energietransitie heel erg ingrijpend gaat worden. Je kunt allerlei opstellingen bedenken. Gaan we landschappen benadrukken, die er al zijn? Gaan we grote nieuwe objecten in het landschap opstellen? Als een soort kunstwerk, hè? Ingenieurskunst. Dat zijn kansen die zich voordoen om de haven langzamerhand tot stad te laten transformeren. Dat zou ik voor elkaar kunnen krijgen aan de hand van 3 specialismen. Kijk niet naar 50 jaar, maar kijk op de kortere termijn, omdat daar al een aantal gamechangers heel veel invloed zullen hebben op het landschap. Onze mobiliteit gaat radicaal veranderen. We krijgen smart mobility. We krijgen veel minder ruimte hebben we nodig voor ons vervoer. Kunnen we nou niet tot één groot samenhangend systeem komen in plaats van die 20 armzalige nationale parkjes? Zou het ons kunnen lukken om gebruik te maken van die dynamiek van het rivierensysteem, die zuidwestelijke delta, het IJsselmeergebied en die Wadden, te koppelen met de Veluwe, om zo tot één groot samenhangend netwerk te komen? Wat is de rol voor de burger en de overheid volgens de bureaus? De rol van de overheid zal zijn om te blijven investeren in het landschap, meer nog dan nu. Tegelijkertijd ook oog te hebben voor lokale initiatieven en die te ondersteunen. De overheid moet in onze regio flexibele houtbouw stimuleren als basis voor een nieuw cultuurlandschap. De Rijksoverheid wordt eigenlijk met name faciliterend. Maar de implementatie, dat gebeurt echt op lokaal niveau door de streken. Wat de overheid hierin zou kunnen doen is een perspectief schetsen. En dat zit ook in ons Hollands DNA. De Nederlandse overheid zou in de toekomst meer meebewegen moeten op de dynamiek in plaats van hier tegen in te werken. Wat ons betreft gaat het in 2070 om een samenwerking tussen een regisserende overheid. Een overheid die zijn doelen op de verschillende schaalniveaus bepaalt, maar het vooral mogelijk maakt voor de samenleving om daarop aan te grijpen. Deze man die komt uit Oost-Groningen. Jullie hebben waarschijnlijk wel een beetje een beeld van hoe mensen zich daar nu ten opzichte van Den Haag verhouden. De kans is groot dat deze man niet als eerste met zijn probleem bij de overheid terecht zou komen. Maar waarschijnlijk eens even gaat praten met de buurtbewoners in het gebied. Daarnaast is de bevolking volgens mij zelf ook vooral degene die weet wat er in het gebied speelt. En zul je dus daar moeten wezen voor de toekomst van het gebied. Want zonder die bewoners en zonder hun rol ten opzichte van het landschap is er volgens mij hier niks te bespreken. Luister tenslotte naar de discussie. Instrumenteel, wie gaat dit maken? Zou nou een optelsom van al die kleine gemeenschappen die allemaal die verandering doen bij elkaar niet in 2070 een hele grote verandering kunnen realiseren zonder dat er hele grote interventies zijn? Kijk wat er elke keer gebeurt. Hè? Je vraagt om een verhaal over het landschap en je krijgt een nationale omgevingsvisie. Wat mij ongelooflijk opvalt in het verhaal is het gebrek aan urgentie. Ook bij jullie, maar ook bij de politiek. Aan de opgave waar wij de komende jaren voor staan, de komende tientallen jaren voor staan. En welke implicaties dat op ons landschap heeft. Even gezien, we hebben prachtige creativiteit. En we zijn heel erg dankbaar dat al deze teams met studenten en
met mensen die normaal voor al die tijd die ze besteden ook betaald krijgen, dat die hebben bijgedragen aan eigenlijk de kern van ons advies. En dat is toch dat we, waar we met een enorme zorg begonnen zijn, misschien eigenlijk wel heel erg positief zijn over de potenties die die veranderingen, maar ook de kracht van mensen en onze professionele gemeenschap hebben. En ja, dat leidt dan ook tot een advies, eigenlijk een kern van een advies in één plaatje. Die veranderingen die komen er, maar zie die nou niet als een bedreiging voor het landschap waar je, die je maar door het veel te versnipperen de waarde laat vernietigen. Maar zie dit als een kans om die transities op te pakken en ook daadwerkelijk te gaan vormgeven. Doe dat in een open gesprek. Verken dat in die gebieden wat de waarden zijn die je moet respecteren. Zodat de veranderingen in zichzelf ook op het draagvlak kunnen rekenen. Maar we ook de creativiteit van de mensen in het gebied benutten. En tot slot, gebruik nou die professionele gemeenschap met al zijn kennis, kunde en ervaring en vermogen om ver weg te kijken om die uitdagingen vorm te geven. Nou zijn wij een adviesraad die adviseert aan het kabinet. Dat staat in onze instelling. Dus wij hebben het geprobeerd om die aanbevelingen die eigenlijk in dat ene plaatje zijn te vertalen naar onze klanten, zou je kunnen zeggen. En de eerste was een vraag die speelde van, ja, was dat nou een verstandige beslissing om dat beleid op landschap vanuit het Rijk, dat Rijksbeleid, bij de vorige nota te stoppen? Moet dat niet terug? Zou je niet toch wat moeten centraliseren? En eigenlijk is ons antwoord op die vraag nee. Omdat wij denken dat er provinciale schaal, maar eigenlijk iedere overheid en iedere partij die bezig is met die veranderingen, dit advies zou moeten omarmen en moeten benutten. En dat het centraliseren ook het risico in zich heeft dat we juist de andere partijen denken dat het Rijk dit wel zal oplossen. Dat neemt niet weg dat wij wel vinden. We hebben een prachtig instrument wat we nu overal in het land aan het implementeren zijn. En dat is de omgevingswet, het omgevingsbeleid, waarin de zorgplicht een belangrijke bezieling is. Dat we dat landschap echt in het hart van het omgevingsbeleid zouden willen zetten. En heel graag zien dat onze boom als een leidmotief in die omgevingsvisie en in die nationale omgevingsbeleid ook een plek krijgt. En dat betekent dat wij ook het Rijk adviseren om met bewoners in gesprek te gaan. Dat lijkt alsof gek, alsof er Rijksbewoners zijn, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zitten hier niet voor niets aan de kust. Dat een gesprek met bewoners over bijvoorbeeld de toekomst van een kust, nou bij uitstek iets is wat heel veel ellende kan besparen als je aan de voorkant met elkaar probeert vast te pakken wat mensen echt belangrijk vinden in de lange termijn ontwikkeling van zo'n samenhangend systeem als de Hollandse kust. Wat een hele belangrijke aanbeveling is, het Rijk maakt heel veel sectoraal beleid. En de traditie zoals we bij Ruimte voor de Rivier hadden, waarbij op voorhand is gezegd, ja, dit is een waterstaatkundige opgave. Ja, we moeten ruimte maken voor water in de rivieren. Maar als we dat doen, dan verbinden we daar een tweede doelstelling aan. Is dat we dat doen met creëren en scheppen van ruimtelijke kwaliteit. Dat heeft dat hele programma een enorme waardecreatie voor de omgeving gerealiseerd. En ik denk dat we eigenlijk dat vaker zouden moeten doen. Iedereen die in dit land grootschalig wil sleutelen, moet gewoon kwaliteit creëren. Gaat dat makkelijk, dat praten? Wij hebben geen wetenschappelijke methode ontwikkeld van hoe je die gebiedsgesprekken precies moet doen. Maar ga aan de gang, ga het doen. Experimenteer daarmee en accepteer dat het ook wel eens misschien niet oplevert wat je had verwacht. Onze aanbevelingen beperken zich niet tot het Rijk. Zoals ik al zei, eigenlijk gaat Rijk dat veel verder. Nogmaals, wij denken dat de provincie daar ook een hele belangrijke, cruciale speler in is. Nou, zijn landschapsgrenzen en provinciegrenzen vallen niet altijd samen. Daar heeft ook Erik Luijten eerder al eens een mooie kaarten van gemaakt. En ook gezegd van, kijk, pas nou op bij die grensoverschrijdende landschappen, dat daar niet hele verschillende oriëntaties ontstaan. Dus die meerschaligheid en dat op- en neerschalen is buitengewoon belangrijk dat dat over de bestuurslagen heen en tussen organisaties ook gebeurt. En zorg dat je je kennis en je adviesfunctie, de meeste provincies hebben daar ook al een zekere adviseur of adviesfunctie of deskundigheidspanel voor georganiseerd. Deel dat en benut de kennis die er ook in de samenleving is.
Nou, dat brengt mij weer bij het begin van mijn verhaal en bij het slot van deze toelichting. En dat is ook weer een verhaal over de verbindende kracht van landschap. Het viel mij op, 6 weken geleden werd aan alle lijsttrekkers, en dat worden er van alle politieke partijen, en dat worden er met de dag meer, gevraagd wat zij de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse identiteit vonden. Nou is dat ook een gevaarlijk onderwerp. Maar wat mij opviel was dat naast joods-christelijke traditie en VOC en allerlei andere dingen, er niemand over het landschap sprak. Terwijl dat eigenlijk zo'n verbindende schakel in onze identiteit is. De balans tussen het zijn van een deltagebied, de manier waarop we ons land hebben ingericht, ook met hoeveel zorgvuldigheid wij ons land elke keer weer op de schop nemen voor elke uitdaging die ons te wachten staat. Dus daar begint ons advies mee. Voor iedereen die wel eens met een vliegtuig aankomt vliegen over ons land, zal dat gevoel herkennen. Van wat hebben we het toch eigenlijk allemaal prachtig voor elkaar. Dit is het landschap van Adib. Adib is geboren en ook getogen in Syrië. Dat is een land met hele andere kleuren. Hij heeft alleen zijn landschap totaal verwoest zien worden in een verschrikkelijke oorlog. En dat heeft hem uiteindelijk gebracht naar Haastrecht. En hij woont bij ons in het dorp en hij heeft van een van onze dorpsgenoten een fototoestel gekregen. En dat fototoestel, dat bracht hem naar buiten om zijn nieuwe landschap te fotograferen. En dat heeft hem eigenlijk weer verbonden met zijn nieuwe land, waar hij een toekomst moet gaan opbouwen. En ook dat was voor mij eigenlijk wel een hele mooie bewijs van de verbindende kracht van landschap. Dank u wel. Dank je zeer, Annemiek. Vragen aan Annemiek kunnen zo direct gesteld worden, maar nu nog niet. Want we gaan dadelijk over tot het aanbieden van het advies. Voordat ik dat doe, nog één opmerking van mijn kant. En ik denk dat die niet alleen Annemiek uit het hart gegrepen zal zijn, maar al diegenen, de commissie, maar ook alle mensen die we gesproken hebben, die zullen dat meevoelen. En in vervolg op wat jij op jouw afsluiting. Nederland is een land met een ongelooflijke variëteit aan landschappen. Op een heel klein oppervlakte. Er is geen land ter wereld, ik ben inmiddels toch in heel wat landen geweest, waar zoveel variëteit op zo weinig oppervlakte is. Een combinatie van die ligging in de delta en ons onvermoeibare gepruts, eigenlijk vanaf het jaar 1000 ongeveer, om dat landschap ook alsmaar zelf weer te veranderen. En die combinatie van die deltaligging, die gradiënten en ons eigen gepruts heeft ons gebracht waar we nu zijn, in die ongelooflijke variatie van prachtige landschappen, elk met zijn eigen bekoorlijkheden. Of die bekoorlijkheid nou is de kassen van het Westland of de openheid van in de buurt van Meidrecht en ga zo maar door, daar heeft iedereen zijn eigen beleving bij. En wat ons te doen staat, is die variëteit niet bevriezen, maar wel, om in de woorden van Dirk Simons te spreken, die variëteit liefdevol te begeleiden naar een nieuwe variëteit, waarin die kernwaarden behouden blijven, maar waar die verandering op een goede manier wordt aangewend om nieuwe, mooie, andere dingen te maken. Dat staat ons te doen. Dat is ook de bedoeling dat ons advies daar een bijdrage aan levert. En tegen de achtergrond van het kustlandschap, Peter en Wieke, zou ik jullie vragen naar voren te komen. Dan ga ik jullie het boekje aanbieden aan het kabinet door tussenkomst van juni. Maar ik pak het boekje er eerst even bij. Ik moet oppassen, want de vorige keer dat ik dit deed, heb ik het verkeerde boekje aangeboden. Omdat bij de binnenkomst lag er een heel bureau met adviezen van de raad. En ik dacht, er liggen alle adviezen, dat ging over de mainports. Okay, dat heb ik alles wat mis ging gaan, ging toen ook mis. Dus ik heb toen het advies over, ik weet niet meer wat, aangeboden aan de SG van EZ, die op de foto ging. En toen we de foto ontwikkelden, nou ja, bekeken, bleek het verkeerde boekje te zijn. Maar dit is echt het goede boekje. Nou, dus in de volgende, eerst okay. Jou Peter. Ja. Hier bied ik het je aan. Hartelijk dank. En dan aan jou, Wieke, alsjeblieft. Aan jullie, en ik hoop dat jullie er mooie dingen mee kunnen doen en dat jullie ook jullie bewindslieden instrueren voor te gaan op het pad dat we hebben willen inslaan. Dank. Ik geef jou allereerst graag de gelegenheid voor een reactie, Peter. Ja. Als Wieke daar behoefte heeft, mag ze dat ook nog even doen. Zeker. Maar dat hebben we niet geregisseerd van tevoren. Maar jij bent first in line. Nou, mooi. Dank je wel. Dank namens de minister van INM. Die moet ik helaas verontschuldigen. Zij wordt vaker uitgenodigd dan ik, dus dan krijg je dit soort dingen. Maar het is ook wel weer een genoegen. Dus meestal is het geen genoegen om een minister te vervangen. Het leidt altijd tot teleurstelling.
bij de mensen die in de zaal zitten en bij mij ook, want meestal is het vlak van tevoren dat je dan een speech meekrijgt en dan mag uitspreken. Maar in dit geval zie ik het als een voorrecht, omdat het onderwerplandschap mij persoonlijk ook veel doet en ook actief in mag zijn. Niet alleen vanuit mijn huidige functie als directeur-generaal ruimte en water, want ja, dat gaat eigenlijk over ons landschap. Hè. Dat hebben we nog meer dan ruimte en water, hoewel hebben we ook nog lucht. Maar ook vanwege een vorige functie waar ik directeur was van de dienst landelijk gebied. En dat dienst landelijk gebied heeft, is opgeheven en is overgegaan in handen van de provincies grotendeels. En dat deed pijn, maar het is goed om te beseffen dat de provincies daar ook zelf mee aan de slag gaan. En ook passend is bij eigenlijk de oproep die jij ook doet, dat je als Rijk, provincie en gemeente eigenlijk allemaal betrokken bent bij het landschap. Maar van die dienst landelijk gebied waar ik leiding aan mocht geven, was in die zin wel bijzonder. Dat op een gegeven moment eigenlijk uitsluitend werden gezien, zeker bij de eerste kabinet Rutte, als een groene dienst. En groen was toch werd gezien als een beetje een linkse hobby. En in die context was dat toch, werd dat wat anders belicht dan vanmiddag, zeg maar, laat ik het zo maar zeggen. Die dienst die geldt als groene dienst, maar het was ook wel interessant om het besef te hebben dat we als dienst landelijk gebied eigenlijk het meeste natuur kapot gemaakt hebben. En dat ging dat was in ten tijde van de ruilverkaveling. Alles werd rechtgetrokken en ten dienste van de productie van de landbouw. Na de hongerwinter was toch het hoofdpunt. We moeten zelfvoorzienend zijn en daar moeten we aandacht aan besteden. Het moet efficiënter en dat is ook gebeurd. Hè. Niet voor niks zijn wij de tweede exporteur op het terrein van landbouw. Maar dan zag je eigenlijk dat je als dienst ook van, ja, helemaal gericht op het verhogen van de productie van de landbouw eigenlijk ontwikkeld had tot een dienst die de ecologische hoofdstructuur aan het vormen was. En dat dat ook in de cultuur van die dienst een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt. Dus in dat opzicht is landschap mij dierbaar, even afgezien van het feit dat ik ook in het bos geboren ben, weliswaar een doorwer, ook in Twente heb gestudeerd. En dat is wel leuk ook om net te zien van degene die even aanhaalt, die een heel ander landschap. Mijn vrouw die is een Shell-dochter en die is in de woestijn geboren. Of tenminste in een land waar veel woestijn is. En die heeft heel veel met woestijn. En ik heb heel veel met bos. En ik denk dat dat komt omdat dat zij daar geboren is en ik in het bos geboren. Ik vind het bos prettig. En in Gelderland overigens, dus dat is fijn opgegroeid tussen de bomen. En dat geeft een soort veiligheid. Terwijl mijn vrouw dat heel benauwend vindt en wil zicht en ruimte hebben. Dus dat ziet hoe landschap volgens mij heel erg verbonden is met de mens en de identiteit van wie we zijn. We hoeven Nederland, hè, wat je ook al zei, maar te beschouwen als het land dat we zelf gemaakt hebben onder druk van de omstandigheden. En dat is eigenlijk ook de kern, volgens mij, die ook uit de raad ook uit in dit advies. Ik ben heel, ik vind het ook wel ontroerend hoe je erover vertelt, als ik even het persoonlijk mag maken in de beelden die je weergeeft. En ik vind het ook heel belangrijk dat het onderwerp landschap door dit advies aandacht krijgt. Want, je gaf het net al aan, het is niet een onderwerp dat in de dagelijkse politiek veel aan de orde komt. En er zijn inderdaad hele grote veranderingen op komst, hele grote opgaven. En het is mooi en ook troostend om te zien dat we dat op zich aankunnen, als we dat maar goed doen. Met contact met de mensen die het landschap niet alleen vormen, maar ook identiteit zijn van het landschap. Het landschap, identiteit van de mensen is. En dat spreekt me dus heel erg aan, en ik hoop dat ik ook namens de minister spreek, maar heel erg aan om de verbinding te maken met wat mensen zelf identiteit geeft. De minister heeft dat ook wel ondervonden afgelopen jaar. Het staat niet voor niets langs de inmiddels veilige kust. Maar in het zogenoemde kustdossier, waarbij
Nou ja, eigenlijk in de hele simpele gang van een visie verantwoordelijkheden overdragen aan provincie, gemeente, er opeens, ja, toch als een soort bliksemschicht, althans zo werd het ervaren, van ja, wacht eens even, het is onze kust, het kan niet zomaar gebeuren wat we misschien helemaal niet willen, namelijk volbouwen en Belgische toestanden. Nou, er waren allerlei monstrums gecreëerd waarvan we dachten, goh, is dat ooit bij ons opgekomen om die kust zo te volgen, te gaan bouwen, maar dat was het niet. Maar gaf wel aan van, nou, dat was wel een wake-up call voor, denk ja, dat is niet iets wat je weggeeft, maar je blijft verantwoordelijk. En hoe doen we dat dan? Nou, degenen die betrokken zijn bij het kustpact zien ook wel dat dat best complex is om dat te doen, omdat je inderdaad nou ja, ook wel winners en losers hebt in dit dossier. Dat blijft me overigens nog wel bezighouden, want het klinkt, nou ja, prettig om met iedereen te praten en dan gaat het vanzelf goed. Maar ik denk dat er toch ook nog wel keuzes tegenkomen. En die keuzes zijn soms ook wel pijnlijk. En als ik zie hoe de discussies soms verlopen in verschillende door de provincie aangewezen gebieden om windmolens neer te zetten, dan is dat, nou ja, denk ik, ingewikkeld. Ook voor bestuurders. Maar het staat of valt met de goede verbinding, denk ik, met de mensen uit het gebied. En dat vertrouw ik ook gemeente en provincie zeer toe. Maar zullen daar ook, denk ik, maar goed, ik laat dat graag aan provinciale bestuurders zelf over, ook zich lerend in moeten ontwikkelen, net zoals de Rijksdienst dat natuurlijk heeft moeten doen. En als we op het terrein van water kijken, en daar kunnen we elkaar, denk ik, makkelijk in vinden, ben jij daar ook een goed voorbeeld in geweest om bij Ruimte voor de Rivier ook uitdrukkelijk die verbinding te maken met de omgeving en het landschap. Dat is bij het Delta-programma bijvoorbeeld niet zo. Dat vind ik op zich wel een gemis, dat niet zo is. Nou, wie weet kunnen we dat nog repareren. Kortom, ik ben onder de indruk van het advies. Ik ga het natuurlijk nog lezen, maar zoals het gepresenteerd is. Ik vind het mooi, een mooi onderwerp dat ons allemaal raakt. Ik voel me aangesproken in de rol die we als Rijk hebben om met het landschap bezig te blijven zijn, ook op het microniveau. We zullen het zeker verbinden met, nou, ik hoorde Erik het al zeggen, goh, hè, vraag je om een landschapsvisie, krijg je een nationale omgevingsvisie. Maar het is misschien wel goed om te beseffen dat het een nationale omgevingsvisie en niet een rijksomgevingsvisie, waar we uitdrukkelijk ook de verbinding zoeken en hopen ook te vinden met de verantwoordelijkheden die provincies en gemeenten hebben op het terrein van de inrichting van Nederland. Zodat dat, zeg maar, toch iets is wat in elkaar past en ons ook richting kan geven ten behoeve van de grote transitieopgave waarvoor we staan. En je hebt er een aantal genoemd. Ik denk dat we daarmee absoluut uit de voeten kunnen, dus heel veel dank daarvoor. En wij zullen natuurlijk ordelijk, als we zijn, daar een keurige reactie op gaan formuleren met elkaar. Maar in ieder geval wil ik zeggen dat het ons raakt en mij in ieder geval ook oproept om met dit onderwerp verder aan de slag te gaan in de richting die jullie gewezen hebben. Dank daarvoor. Niet geregisseerd, maar ik geef je graag gelegenheid om vanuit jouw departement nog iets aan toe te voegen. Ja, ik heb dus ook geen microfoon gekregen. Oh jee. Nee, maar. Dankjewel. Ik zal het kort houden hoor. Maar ik wilde toch vanuit het ministerie van EZ, ook medevraagsteller van het advies aan de RLI, ook even heel kort reageren. Nou, er is natuurlijk al heel veel gezegd, alle transities waar we voor staan, de energietransitie, de effecten die landbouw heeft op het landschap, zowel in positieve als negatieve zin voor de natuur natuurlijk, want er zijn ook soorten die ontstaan zijn door het ingrijpen in het landschap in Nederland. Wij hebben de afgelopen periode ook intensief met de provincies samen gesproken over landschap en hoe gaan we hier verder mee, ook op verzoek van de Tweede Kamer. Wij hebben recent in een brief aan de Kamer aangegeven van we gaan geen aparte visie op landschap maken, juist omdat landschap zo de verbinding is tussen alles wat er in Nederland gebeurt eigenlijk. Dus vandaar vind ik ook dat de titel
heel erg aansprekend, heel erg goed gekozen. En heel, past heel goed in onze denklijn van we moeten juist de verbinding zoeken vanuit natuur en biodiversiteit en vanuit energie en vanuit al die andere dingen met de Nationale Omgevingsvisie. Dus dat hebben we net toevallig recent aan de Kamer gemeld. En het komt heel erg overeen met nou ja, jouw boodschap van daarnet. Dus dat wil ik nog heel even toevoegen. Dank je wel. Overigens, één tussenopmerking voordat ik naar het volgende programma onderdeel overstap, Peter. Jij zei net over de ruilverkaving dat die het landschap verwoest heeft. Of althans geen goed gedaan heeft. Of de natuur. Maar ik vroeg me af, de Beemster, die is drooggelegd in de, denk begin 19e eeuw, iets dergelijks. Of 18e eeuw. 18e eeuw. Doet er niet toe. 18e eeuw. Huh? Stel nu voor, we hadden dit congres gehouden, of deze bijeenkomst gehouden in pak een beet 1780. Hadden we toen ook gezegd dat daar een verwoesting is aangericht aan natuur en landschap? Dat had je toen kunnen zeggen. En twee eeuw later is het werelderfgoed. Dus het kan ook nog weer veranderen. Volgende onderdeel van het programma. Ik heet inmiddels van harte welkom Jan-Jacob, mijn naamgenoot Jan-Jacob van Dijk. Mijn voornaamgenoot moet ik zeggen. Voornaamgenoot. Ik heb jou net al aangekondigd in jouw functie. Fijn dat je er bent. Twee korte koorreferaten, waartoe jij bereidt Jan-Jacob, maar ook Berno Strootman. Ik wil graag met Berno beginnen en dan geef ik graag de provincies het laatste woord als het gaat om, dat zou je waarschijnlijk wel passend vinden. Berno heeft het woord. Goedemiddag allemaal, ik ben Berno Strootman. Ik ben sinds 2 maanden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving als onderdeel van het college van Rijksadviseurs. En mij is gevraagd om al naar het advies te kijken, dus ik heb het al even mogen zien, en daar een reactie op te geven. En ik vind het een heel mooi advies, wat op heel veel punten uit mijn hart gegrepen is als landschapsarchitect. Waar ik wat kanttekening bij wil maken is bij de energietransitie in het landschap. En dat dat automatisch een waardevol landschap oplevert waar de bevolking enthousiast over is. Daar vraag ik me af. Nee, of automatisch niet, maar ook door hard werken en door veel ontwerp. Ik vind dat het advies heeft een aantal hele goede uitgangspunten. Het landschap als integratiekader uit mijn hart gegrepen. Burgers meer betrekken, heel goed. Ook schetst het advies het risico dat door de ingrijpende veranderingen die er nu zijn en een terugtrekkende overheid, dat risico's met zich meebrengt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. De adviesvraag, even hier kort samengevat. Kern van het advies hebben we net over gehad. Toch even weer benutten dit moment om ze even de 3 belangrijkste punten daaruit onder aandacht te brengen. Duurzaamheidstransities benutten om een waardevol landschap te creëren. Praten met bewoners en gebruikers en ontwerpen. Dat zijn even de belangrijkste termen. Komt het daarmee goed met die energietransitie in het landschap? Ik denk het niet. En er zijn een aantal redenen voor. De landschappen die wij hebben gezien, de landschappen die we ook in de loop der tijd hebben zien veranderen, ook zelfs de grote ingrepen, het zijn vaak veranderingen in het landschap met landschappelijke elementen. Met water, met bodem, met gras, met bos, met beplanting. En windmolens en zonnepanelen, want daar heb ik het nu vooral even over. Daarmee is het lastig om waardevolle landschappen te creëren. Er zijn wel voorbeelden van prachtige landschappen met zonnepanelen of met windmolens. Als je door Flevoland rijdt, langs het water, natuurlijk fantastisch. Er zijn meerdere plekken, ook in het buitenland, waar het heel mooi is. Maar het zijn een bepaald soort landschappen, grootschalig, wijds, die eigenlijk een goede relatie aangaan met de schaal van die enorme windmolens. In kleinschaliger landschappen is dat veel lastig. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen geldt, en het blijkt ook uit wat je leest in de krant en op tv ziet, is dat heel veel mensen die harde technische elementen landschapsvreemd vinden en het zich moeilijk kunnen voorstellen dat daarmee een landschap ontstaat of dat hun landschap daarmee verbetert, dat de verandering ook een verbetering is. Naast het feit dat ze natuurlijk wel snappen, dat de meeste Nederlanders wel snappen, dat we een energietransitie door moeten gaan. Als je kijkt hoe dat landschap veranderd is door energie aan het landschap te onttrekken of door het landschap energie producerend te maken, dan zie je hier bijvoorbeeld de veenwinning, en dat hebben we eeuwenlang gedaan. Dat was in deze eeuw niet toegestaan, dat zou nu niet gemogen hebben. Toen waren er
weinig mensen die zich daarom bekommerden. Iedereen was bekommerd om zijn dagelijkse bestaan. En dus hebben we die landschappen gevormd. En daar hebben we nu de erfenis van. Die is prachtig in heel veel gevallen. In de 20e eeuw, dus in de tot en met de 19e eeuw ging dat zo. Of tot en met halverwege de 19e eeuw. En in die tijd dat die enorme transities in het landschap plaatsvonden. En de enorme verandering van het landschap. Waren er eigenlijk geen mensen die daar bezwaar tegen maakten. Omdat dat niet de samenleving van toen was. In de 20e eeuw. Was dat eigenlijk niet zo heel erg nodig, omdat de energieproductie niet heel erg veel impact op het landschap had. En dat hebben we nu nog steeds. We halen olie van ver weg en dat gaat onder de grond door en dan bij de benzinepomp komt er ineens energie uit. Kolencentrales wel een beetje, maar dat landschap is eigenlijk redelijk gespaard gebleven van zijn energieproductietaak. En als we het dan hebben over waar we nu aan denken, de technische middelen die we nu hebben om duurzame energie in het landschap te produceren. En we realiseren ons daarbij ook dat het gaat om een enorme schaal, waarbij ook sommige berekeningen laten zien dat Nederland niet eens, ook al zouden we het willen, dat als we het helemaal vol zouden leggen met zonnepanelen en met windmolens, dat we niet eens onze eigen energiebehoeften op dit moment kunnen produceren. Dus het gaat niet om een paar van dit soort dingen. Het gaat ook niet om een paar windmolens, maar het gaat om heel veel. Om hele grote oppervlaktes met zonnepanelen in het landschap. Of met een heel groot deel van Nederland. En het zijn nog hele schattige windmolentjes. Maar een heel groot deel van Nederland wat egaal bedekt wordt met grote windmolens. En als we het dan hebben over biomassaproductie. Dit is een plaatje uit de NRC van kort geleden. Over het initiatief om 100.000 hectare bos erbij te planten. Als je ziet wat daar alleen al aan bezwaar overheen gekomen is. Ook van natuurorganisatie bijvoorbeeld. Dan zie je dat die energietransitie niet heel eenvoudig zal zijn in het landschap. En als je een voorbeeld bekijkt hier voor de regio Leiden. Door antibureaus gemaakt, door Postat en Fabric onder andere en Evolve. Een poging om een energie-neutrale regio Leiden te maken. Dat lukt net, maar dan zie je wel dat in de Brasemermeer hier, dat vol ligt met zonnepanelen. En hoe groot het draagvlak daarvoor is, laat zich raden. Die opgave is ingewikkeld en dat zal niet zomaar een waardevol landschap opleveren. En het is ook, wat mij betreft, niet alleen maar een resultaat van een onderhandelingsproces. Ik vind dat er kwaliteitsdoelen aan moeten worden gesteld. Dat je niet alleen maar het overlaat aan het vrije speel der krachten in de regio om die mooie landschappen te maken. Want het is niet zo dat veel gesprekken, dat veel praten automatisch leidt tot waardevolle landschappen. Daar hoort nog iets anders bij. Allerlei voorbeelden, ik laat hier een paar zien. Dus laten zien dat mensen die energietransitie in het landschap helemaal niet zo'n goed idee vinden. En ook vinden dat daar niet zulke goede, ook al praten ze, en in dit geval is er weinig gepraat. Is er vooral daardoor uiteindelijk geschreeuwd. Als je niet gehoord wordt, ga je schreeuwen. Maar mensen zien niet in dat er heel veel landschapskwaliteit ontstaat. En dat heeft ook te maken met het feit dat die landschapskwaliteit eigenlijk al een aantal decennia, met name van het cultuurlandschap, aan het teruglopen is. En er verschijnen ook de laatste tijd daarover in de pers de nodige artikelen. Hier een mooi artikel in de NRC met Frank Berendsen over de pijn in het agrarische landschap, over de teruglopende ecologische kwaliteit. Maar ook in Friesland, het mooie woord landschapspijn is daar bedacht. Als mensen het gevoel hebben dat de landschapskwaliteit al aan het teruglopen is, en dan moeten dan ook nog die windmolens en die zonnepanelen bij, en dan moet er gepraat worden en dan met een ontwerper erbij, en dan levert dat een waardevol landschap op, dat zal niet vanzelf gaan. Dus ik denk dat het zinvol is om een heel breed palet aan escapes te verkennen. Natuurlijk moet die duurzaamheidstransitie plaatsvinden, en natuurlijk zal die ook in het cultuurlandschap moeten plaatsvinden. Maar ik denk dat het goed is om te zorgen dat we ook andere wegen verkennen om die duurzaamheidstransitie te maken. Windmolens op zee is een heel goed voorbeeld. Laten we er vooral daar heel veel energie in steken. Het levert ook voor het onderwatermilieu, voor de ecologie kwaliteit op. Wat we op zee kwijt kunnen, hoeven we niet in de cultuurlandschappen te zetten. Nieuwe methoden verkennen, nieuwe technieken verkennen. Zoals bijvoorbeeld energie winnen uit oppervlaktewater. Dat schijnt heel veel potentie te hebben. Met name uit een soort koude warmtebalans. En laten we gaan samenwerken. Waarom zou Nederland in alle opzichten van alles mogen importeren, maar waarom zou Nederland geen duurzame energie mogen importeren? Moet Nederland 100% duurzaam zelfvoorzienend worden? Ik vind van niet. Laten we kijken ook wat we uit het buitenland kunnen halen, in ieder geval binnen Europa, in het kader van Europese samenwerking. Er zijn vast landen die graag willen produceren, maar wellicht ook op plekken waar dat landschap een hele andere betekenis heeft, zoals bijvoorbeeld in de Sahara. Kort samengevat, goede uitgangspunten wat mij betreft, een mooi advies.
maar wel te optimistisch. Het gaat pijn doen. Dat zei Peter net ook al, dat blijkt ook, als het gaat om de energietransitie. Het is lastig om met die harde elementen waardevolle landschappen te creëren. Je kunt het zien als een tijdelijke ingreep. Vaak blijft de infrastructuur dan wel achter, de kabels en de leidingen en de funderingen. Als iets eenmaal een transitie heeft gehad, zeker met zonnepanelen, denk ik dat het is toch bijna een bedrijfterreinachtige of een kassenachtige opzet. Dan is het de kans dat helemaal teruggedraaid wordt, is klein. Het landschap zal meer moeten zijn dan alleen een resultaat van een onderhandelingsproces. Er moeten kwaliteitsdoelen worden gesteld, wat mij betreft. En praten en ontwerpen leiden niet vanzelf tot waardevolle landschappen. Wat zou er moeten gebeuren? Een aantal stappen wat mij betreft. En daarmee sluit ik af. Ik denk dat het goed is om op nationale schaal in beeld te brengen wat het grondbeslag is van de duurzame energiebronnen in Nederland. Verschillende mixen maken. Wat betekent dat in 2020, wanneer we volgens het energieakkoord 14% CO2 vrij moeten zijn. Maar wat betekent het ook in 2030 en 2050? En natuurlijk zijn de technieken dan beter. En ik hoop ook heel erg dat die technieken zodanig zijn dat we niet het hele cultuurlandschap hoeven vol te zetten met windmolens. Maar het is goed om op basis van de huidige technieken te laten zien wat het betekent. En die impact is enorm. En op nationaal schaal te kijken, waar is wat geschikt voor? Wat kunnen we waar kwijt? Er zijn wel wat studies naar, maar dat is niet heel duidelijk en groot bekend. Dat zou ook op overheidswebsites kunnen staan. En ook op nationaal schaal beperkingen aangeven. Wat willen we waar in elk geval niet? Willen we de duinen volzetten met windmolens? Willen we de krimpende waard, jouw krimpende waard? Wil je die volzetten met zonnepanelen? Dus het is goed om daar het debat over aan te gaan. Wat willen we in Nederland wel, wat willen we niet? En natuurlijk moeten er daarbij kwaliteitskaders worden aangegeven en een breed palet aan escapes worden verkend. En natuurlijk gaan we uiteindelijk in de regio's praten om de optimale mix te bepalen. Dat was het. Dank je zeer, voer voor discussie. Ik zal dadelijk Annemiek vragen, ik kan ze vast over nadenken, als aftrap van de discussie op twee punten te reageren. Punt 1, we zijn te optimistisch. En punt 2, kwaliteitsdoelen stellen voor het landschap. Allebei lijkt mij discutabele stellingen in de goede zin van het woord, namelijk te discussiëren. Ik geef graag het woord aan Jan-Jacob van Dijk. Ik wil beginnen met een paar korte stroven aan u voor te lezen. Ik houd van het groen in je wei, het zwart-wit en rood van je koeien. Je velden vol molens versieren de mei wanneer alle bollen gaan bloeien. Waar den beuken brede kronen ons heur koele schaduw bien, waar we groene dennenbossen, paarse heidevelden zien. En dan de laatste, dan weet u langzamerhand waar het naartoe gaat. Vleen op, wie jonge het beste land van Ierde, het Frieske land vol eer en room, klinkt dan en Davië vier in het room, dien olde eer op Frieske groen. Wat ik u heb voorgelezen zijn drie stroven uit provinciale volksliederen. En ik heb ze gisteren allemaal eens even doorgenomen. Er zijn er 11 officiële en eentje wat niet officieel is, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ze bezingen allemaal het mooie landschap waar op dit moment het een en ander mee aan de hand is. Dus als het gaat over het vreemde, want het is mij ook opgevallen toen gevraagd werd, wat is nou de identiteit? Waar niemand het landschap genoemd heeft, is dat in alle provinciale volksliederen komt dat op een of andere manier weer terug. En daarmee is volgens mij de stelling van datgene wat ook in het rapport werd aangegeven, waar gaat het nou in feite met landschap om? In belangrijke mate is het de identiteit die daarmee gekleurd wordt. Is het landschap zegt iets over de identiteit waar mensen op dat moment mee bezig zijn, waarvan zij zeggen dat is nou hetgene waarvan wij vinden dat het van groot belang is om iets mee te gaan doen. Culturele identiteit wordt dus gevormd door ons landschap. En zelfs Flevoland heeft daar in zijn volkslied ook heel veel woorden gewijd aan echt het landschap. Je zou het je soms niet kunnen voorstellen, maar het is echt zo. Ja, kijk. Die culturele identiteit, want er werd net ook iets over gezegd van er is al lange tijd dat wij ingrepen doen en dat konden we blindelings doen. Maar tegenwoordig als er nu ingegrepen wordt in het landschap zien we dat mensen in geweer komen. Dat mensen voelen dat er toch iets gebeurt met die identiteit. En waar komt dat nou door? Komt dat doordat het aan het puntje aan het einde van de rit
puntje bij paaltje komen, dat wij het al zo vernacheld hebben, dat mensen nu zeggen, en nu raak je echt aan de wortels van datgene wat van ons is, of heeft het nog met iets anders te maken? En ik denk dat het ook echt met iets anders te maken heeft. Namelijk het feit dat in een globaliserende wereld, waarin alles om ons heen veel onzekerder wordt, dat mensen steeds meer naar die kleine, lokale, regionale, culturele identiteit terugverlangen en zeggen, en daar mag je absoluut niet aankomen. Het proces wat sommigen wel eens genoemd hebben van cocooning, dat is ook hetgeen wat er gebeurt op het moment dat je met landschap bezig bent. En wij als provinciale bestuurders hebben daar op een of andere manier, voelen wij ons kwetsbaar in dit debat. Kwetsbaar in dit debat vanwege het feit dat we aan de ene kant merken dat er een grote druk op ons afkomt, omdat landschap, die culturele identiteit van de bevolking en van de inwoners, dat daar niets aan mag veranderen. Want als je daaraan komt, dan heb je een groot probleem. Terwijl aan de andere kant, en als we nu het filmpje hadden gezien, had u gezien wat wij daarmee bedoelden, voor grote opgaven staan. Grote opgaven staan als het gaat over de energietransitie. Benno heeft er net het een en ander over gezegd. Maar ook wanneer het gaat over de leegstand die we op het platteland op dit moment zien als gevolg van schaalvergroting en andere ontwikkelingen in de agrarische sector. Of wanneer we het hebben over klimaat. Grote uitdagingen die op ons afkomen waar mensen, diezelfde burgers, ook van ons vragen dat wij daar een antwoord op hebben. En wij voelen ons kwetsbaar omdat we die twee dingen met elkaar moeten zien te verenigen. En dat is niet makkelijk. Want als ik dan kijk naar de discussie, en het meest heldere voorbeeld zijn de veenkoloniën met de windmolens al daar. Als we zien hoe dat daar toe gaat, dan weet iedereen donders goed dat het een lastige discussie is om daar het een en ander mee te gaan doen. En hoe lossen wij dit lastige vraagstuk nu op? Want aan de ene kant, wij worden of door de Rijksoverheid of door de burgers erop aangesproken dat wij die grote opgaven, dat we die wel bij de kop gaan nemen. En aan de andere kant, die burgers die zeggen, kom niet aan mijn identiteit en kom dus ook niet aan mijn landschap. En hoe zorgen we ervoor dat we die drie dingen, of die twee dingen bij elkaar halen? In dat kader hebben wij binnen IPO ook een discussie over dit onderwerp gevoerd en gezegd, eigenlijk moet je landschap bezien vanuit drie werkwoorden. Drie werkwoorden. Eén is het beleven, tweede is het benutten en het derde is de bescherming. Of het beschermen. Als je kijkt naar die eerste twee, dat zijn vooral economische functies. Landschap moet beleefd worden. Je moet erin kunnen lopen, je moet er kunnen recreëren, je moet er kunnen wonen. En het moet ook benut kunnen worden, want je moet er ook van kunnen leven. Zonder een landschap waarvan wij, wat wij niet kunnen benutten, als wij het landschap niet kunnen benutten, kunnen wij ook geen economische activiteiten en kunnen we aan het einde van de rit ook er niet voor zorgen dat er geld verdiend wordt om die andere functie, dat beschermen, ook overeind te houden. Die drie functies zijn wat ons betreft cruciaal. Die drie werkwoorden spelen een grote rol in het beleid wat wij in de komende jaren willen gaan doen. En hoe zorgen we er nou voor dat we dat bij elkaar brengen? En daarin zien we in het advies een waardevolle aanbeveling om ervoor te zorgen dat je in ieder geval met de bewoners die drie functies integraal gaat bespreken. Als je ze uit elkaar gaat trekken, gaat het mis. Dus wij moeten verbindend deze drie begrippen verbindend bespreken met de bevolking en daar op dat moment met die bewoners ook gaan kijken. En hoe kun je dit nou op een goede manier organiseren? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je op een goede manier draagvlak hebt en die drie elementen bij elkaar weet te halen? Dat kunnen wij alleen maar doen door op een bepaald moment het vertrouwen van die burger weer te krijgen. En dat is af en toe nog wel eens lastig. Het vertrouwen van die burger weer kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat wij op een of andere manier die drie functies op een goede en verantwoorde wijze bij elkaar houden. Want een deel van die burgers zeggen, u moet de volledige nadruk leggen op de bescherming. Maar op het moment dat we dat gaan doen, wordt het lastig om die beleving en die benutting voor een goede manier bij elkaar te krijgen. Dus de enige manier waarop wij dat echt op een goede manier kunnen doen, is de dialoog aangaan en ervoor zorgen dat we dat vertrouwen op een goede manier krijgen. Er is een Afrikaans spreekwoord over vertrouwen. Het vertrouwen komt met de snelheid waarmee een palmboom groeit. En het gaat weg met de snelheid waarmee de kokosnoot naar beneden toe valt. Dat is wel het grote probleem waar wij voor een deel tegenaan lopen. Het vertrouwen in de veenkoloniën, in de overheid, op het terrein van landschap, is voor de eerstkomende 25 jaar weg.
Dus als wij fouten maken en als wij op een of andere manier die verbinding niet op een goede manier weten te leggen, dan weten we dat we daarmee een bommetje leggen voor het vertrouwen en voor het behoud. Of voor een goede discussie over het landschap voor de eerstkomende 25 jaar. En dat is in onze ogen een grote uitdaging waar wij voor staan. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier organiseren? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die verbinding wel op een goede manier bij elkaar weten te halen? Zoals ik al zei, die integrale aanpak is in onze ogen, en er wordt ook een aanbeveling toegedaan, om die integrale aanpak op een goede manier bij elkaar te houden. Wij moeten daartoe, laat ik daarmee beginnen, de kennis op orde hebben. En daarin hebben wij als provincies, zeggen wij dat we dat op een goede manier gaan doen. Wij zullen ook laten zien dat wij dat op een goede manier kunnen doen. Maar die kennisfunctie zou wat ons betreft ook bij onszelf ook nog wel wat sterker ontwikkeld kunnen worden. En we zijn dankbaar dat RLI ons in ieder geval nu een mooi advies en handreiking aanbiedt om daar het een en ander mee te gaan doen. Wij hopen ook dat het volgende advies over landschap ook aan ons wordt aangeboden, omdat wij er meer van zijn dan dat het Rijk dat is, maar dat is een ander verhaal. Komt u maar. Dus dat is het eerste waarvan wij zeggen van daar moet je het een en ander mee doen. Het tweede is, wij vinden echt dat bij alle grote ingrepen die wij aan het doen zijn, dat wij het integraal moeten benaderen. Dus niet alleen naar die belevingsfunctie en niet alleen naar die benuttingsfunctie, maar tegelijk integraal die beschermingsfunctie er ook goed bij betrekken. En er werden net al opmerkingen gemaakt over het mooie zoals dat bij Ruimte voor de Rivier is gegaan. Eerlijk gezegd missen wij het wel een heel klein beetje in het programma zoals dat nu bij de Delta-aanpak wordt gedaan. Dat betreuren wij, want we denken dat het cruciaal is dat het daar op een of andere manier ook tot uitdrukking zal gaan komen. Dan nog twee opmerkingen. De burger is degene die heel vaak benaderd wordt als degene die mag inspreken. Hij mag meedoen met nadenken over hoe het een en ander zou kunnen. Maar de burger kan ook iets meer. Laat ik één voorbeeld geven. Eet je uitzicht. Je zult zeggen, waar gaat dat over? De manier waarop wij eten, de manier waarop wij op een of andere manier het voedsel tot ons nemen, is cruciaal voor datgene wat er aan het einde van de rit met het landschap gebeurt. Als wij door blijven gaan met de agrarische productie, waarbij we zeggen dat het alleen maar om de prijs gaat en alleen maar om de bulk zal gaan, waardoor de koeien uiteindelijk alleen nog maar op stal staan, heeft dat een grote impact op het landschap zoals dat door burgers wordt beleefd. Dus de consument kan zelf ook het een en ander doen. En daarin vind ik dat de burger nog wel eens een keer op een wat andere manier bejegend mag worden dan dat hij tot op dit moment wordt gedaan. De burger is niet alleen de inspreker, is ook de consument en daarmee ook verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van het landschap. Tot slot. Er is één provincie die nog geen volkslied heeft. Brabant. Ja, Guus Meeuwis heeft iets gezongen. Maar dat is niet het echte Brabantse volkslied. Wat zou het mooi zijn dat ook over 5 jaar wij hier misschien weer met elkaar staan en ik dan een frase mag voorlezen van het Brabantse volkslied waarin zij het mooie landschap nog steeds mooi bezingen. Dankjewel. Ik heb gehoord dat het filmpje nu klaarstaat. Ja. Van de nevengul in Nijmegen tot de zandmotor voor de kust. Meer dan ooit hebben we invloed op hoe het landschap eruit ziet. En er staan opgaven voor de deur waardoor het landschap verder ontwikkeld gaat worden. Sommige gebieden zijn door de natuur ontstaan en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. En andere worden juist gekleurd door het ingrijpen van de mens. Bij het omgaan met het landschap wil je de herinnering koesteren en de toekomst ruimte geven. Want één ding is zeker, voor mensen is het belangrijk. Lucht, adem, vrijheid. Het is toch ook je humeur. Als jij in een rommelige omgeving aankomt, dan ben je ook meteen sipjes. En als je in een schone omgeving komt, dan is het van, oh, heerlijk hier. Hier wil ik lekker heel de dag zitten, weet je wel. Ik vind een stukje natuur vind ik ook heel fijn. Ik hoef niet dat Nederland heel erg verstedelijk wordt. Ik vind het belangrijk dat het ook wel natuur behouden wordt. Maar niet, ook weer niet ten koste van alles. Maar of mensen ook weten wie er voor dat landschap zorgt?
dat weet ik niet. Dat doen wij allemaal samen. Ja. Volgens mij zorgt de provincie voor het onderhoud en het beheer. De overheid. Vanzelfsprekend. En daarvoor betaal ik graag belasting. Als provincies zien we een aantal belangrijke gezamenlijke opgaves. Er moet iets gebeuren, ook al is de situatie over 20 jaar anders. Zo vraagt de energieopgave om directe actie. Het wordt dus tijd dat we er wat aan doen allemaal. We zeggen allemaal we willen zo graag groen zijn, maar het mag niks kosten. En het klimaat vraagt om ingrepen met resultaten voor de lange termijn. Hier in Diesse hebben we om het jaar te maken met ernstige droogte. Daar lijden onze teelten onder. En als we nu niet ingrijpen, dan wordt het alleen maar erger. Daarnaast moeten we aandacht besteden aan de spanning tussen stedelijke groei en de leegloop van het platteland. In 2060 is het aantal huishoudens met 1 miljoen toegenomen. Binnen 15 jaar staat er in Brabant 6 miljoen vierkante meter stal leeg. Zo'n 1200 voetbalvelden. In de grote steden hebben heel comfortabele woonmilieus, vaak mooi opgezet in het groen. Maar die jongeren die hebben steeds meer een voorkeur voor echt stedelijk en centrumstedelijk wonen. Dit zijn in het oog springende onderwerpen voor het landschap, waar de provincie een rol in heeft. We doen al veel en dat heeft impact op het landschap. Daarbij is er spanning tussen de belangen. Ons voorstel, we willen een dialoog met de verschillende gebruikers om tot een gedragen oplossing te komen. Voor die dialoog zijn speelruimte, bevoegdheden, partners en procesvaardigheid nodig. En dat gesprek aangaan met gebruikers kunnen we als provincies best goed. We doen dat al jaren. Neem deze drie voorbeelden. Het werken aan het verbeteren van de dijken en een rivierverruiming in het Gelderse Varik-Heeselt. Daar staat het gesprek met de lokale bewoners centraal. En ontwikkelen we samen een visie voor de toekomst. Of neem Centrum Fort Vechten in Utrecht, waar we samenwerken met organisaties en particulieren. En dat van ondernemer tot museum geheel voor en door gebruikers is. En kijk eens naar wat er in Drenthe gebeurt met het programma Natuurlijk Platteland. Maar iedereen is uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. Laten we dus samen met gebruikers een concrete uitvoeringsagenda maken. Landschap verdient agenderen en acteren. Dank je zeer, Jan Jacob. Peter heeft zojuist, Peter, hij zijn exemplaar van het advies bereidwillig aan mij afgestaan. Ik ga je dat nu geven. Hij heeft er niet bij verteld of hij het nou te leen heeft gegeven of heeft afgestaan. Maar dat mogen jullie onderling uitzoeken. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Ik wil graag... Ik ben blij dat het vertrouwen al heel snel zover is dat wij het nu al krijgen. Ik wou graag die krukken ga ik nu naar voren schuiven. En ik wou Peter en, ik wou Benno en Jan-Jacob en Annemiek vragen om op die krukken plaats te nemen, zodat hen vragen gesteld kunnen worden. Dat doen we huishoudelijk even zelf. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik had Annemiek gevraagd of jij even wil reageren op die twee, op zijn minst op die twee punten van Benno. Ik zou je willen vragen ook nog op één punt te reageren van Jan-Jacob en dan geef ik het woord aan de zaal. Het punt van Jan-Jacob is zijn constatering dat als je met mensen gaat praten, dat een belangrijk deel toch voor de bescherming gaat. En ik weet niet zeker of wij dat zo geproefd hebben. Ja. Als je op die punten even zou willen reageren, dan is dat misschien ook een opwarmer voor de zaal. En dan nodig ik jullie allemaal uit om ook te interveneren in een hopelijk ordeloos proces. Wat in die zin wel orde zal hebben dat ik uiterlijk 16:15 de sessie zal beëindigen. Annemiek heeft eerst het woord en dan de zaal. Ja, dankjewel. Ik zal het kort houden, want ik heb al behoorlijk wat tijd gehad. Hebben we nou een sprookjesboek van Grimm geschreven? Mijn motto is optimisme is een plicht. Want er is buitengewoon veel behoefte aan perspectief. En ook het kan wel. We hebben ook, dat blijkt ook maar weer uit het prachtige filmpje, en het project Ruimte voor de Rivier, ook heel veel voorbeelden dat het wel gelukt is en dat ook oplossingen uit de streek zelf niet alleen bedacht zijn, maar ook gerealiseerd tot het gaatje. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk erkennen
dat ook bij een programma van Ruimte voor de Rivier, dat we dat misschien nu wat romantiseren, want dat ik ook wel eens met de staatssecretaris opgevangen ben door een hele boze groep mensen met hooivorken die ons het liefst daaraan hadden willen spiezen. Dus grote ingrijpende veranderingen in het landschap doen altijd pijn en je kunt niet verwachten dat je bij dat soort ontwikkelingen iedereen op datzelfde moment goed hebt. Dat is de taak van politiek. Om korte en lange termijn te verbinden en om binnen alle dilemma's die er in ruimtelijke ordening met 17 miljoen mensen bovenop elkaar in een delta met veranderingen nou eenmaal zijn, om daar proberen wijsheid in te vinden en te betrachten. Maar ik vind, we bogen op een traditie met heel erg veel succesverhalen, dus waarom zouden wij niet vandaar het optimistisch geluid laten horen van het kan wel. Wat me heel erg aanspreekt in het de reactie is, op het moment dat je die dialoog aangaat en dan opent dat vaak ook weer de ruimte van waarom doen we het niet nog meer op zee. En uiteindelijk, alles heeft zijn prijs en misschien is de bereidheid van de Nederlandse inwoner om er meer voor te betalen als dat betekent dat je andere dingen kan beschermen, veel groter dan wij denken, hè, hebben we het ze ooit gevraagd. Dus ik denk dat juist ook die dialoog misschien ons en in de politiek en in de professionele wereld wel eens versteld kan doen staan over wat voor oplossingsruimte dat allemaal nog meer oplevert. Pijnlijk puntje van dat Delta-programma, hè, de insiders weten dat ik zelf die Delta-wet ooit geschreven heb met het artikel erin dat we het succesvolle format van Ruimte voor de Rivier ook in het Delta-programma zouden toepassen. Dus weliswaar een waterstaatkundige opgave en agenda, maar in zijn uitvoering integraal en met kwaliteit als gelijkwaardige doelstelling. Dat heeft het in 2009 ging de wet naar de Kamer, niet gered vanwege de omstandigheden van de bezuinigingen. Begrijpelijk in die tijd overigens. Hè. Maar ik denk dat het is nooit te laat om op je schreden terug te komen. En dit advies mag zeker als een appel in die richting worden opgevangen. Nou, het laatste puntje gaat over, is het zwaartepunt van mensen nou gericht op bescherming? Wat wij nou juist zo interessant vonden in die gesprekken, en ik haal er één voorbeeldje uit in Meidrecht, dat heel veel, omdat we daar zo'n 5 generaties omspanden in het gesprek met de verhalen, dat er ook niet alleen gaat over dialoog tussen de overheid en zijn burgers, maar het gaat juist ook over de dialoog tussen de inwoners van het gebied zelf. De mensen die jarenlang zich beijverd hadden voor het openhouden van die polder, en dus bijvoorbeeld tegen alle nieuwbouwplannen waren geweest, ontdekte daar dat de jongere deelnemers aan de workshop zeiden van ik kom hier niet meer terug, want er zijn geen woningen voor mij, het draagkracht voor de scholen in de dorpen is weg, er zijn geen basisscholen meer, er is geen openbaar vervoer meer, hoe moet ik in deze polder een gezin grootbrengen? De vitaliteit is weg en de toekomst is dat dit gebied geannexeerd zal worden door de stad Amsterdam. En de dialoog onderling van de inwoners in die polder maakte dat er uiteindelijk er ook weer een besef bestond dat vitaliteit op overeind houden in een gebied een must is voor de toekomst. En ik denk dus ook daarin moet de overheid zich veel meer niet denken dat zij per se de probleemeigenaar zijn van al die transities. Dat zijn we gewoon met z'n allen en we hebben een bevolking die veel meer kan dan we vaak denken. Dank je zeer. Ik geef graag gelegenheid voor mensen in de zaal. Jullie krijgen een microfoon aangereikt. Die kunnen we niet meer afpakken. Want daarvoor is hij dan te ver weg. Maar dat betekent ook een zekere verplichting om het betoog enigszins in de tijd te beperken. En als iemand gaat staan, even zeggen wie je bent en wat je achtergrond is. Dat is ook voor het filmpje dat gemaakt wordt misschien wel nuttig. Ga je gang. Ja, Jaap van den Briel van ProBos. Ik ben een van de initiatiefnemers van het actieplan Bos en Hout. Waar zo net een leuk kaartje van getoond is. En die is met 20 partijen of kleine 20-tal partijen getekend en ook op de klimaattop geweest. Ik wil ten eerste graag zeggen dat dat kaartje die we vanmiddag ook gezien hebben beschouwd mag worden als verscheurd. Waarom? Omdat we reacties hebben gekregen van partijen die zeiden waarom staan wij er niet op, wij willen er ook op, we willen meedoen. We hebben ook reacties gekregen, inderdaad, van partijen die zeiden, we staan erop, maar dat willen we niet. Ook uit de veenkoloniën. Ik begrijp nu nog beter waarom ze zo reageren. Betekent eigenlijk, het zijn initiatiefnemers
die zeg maar wat hulp hebben gehad van het Rijk, maar in de volgende fase heel nadrukkelijk naar de provincies en de gemeenten en de mensen toe willen om dat in te vullen. Wij nodigen ook iedereen uit om mee te doen. Wil je aan je vraag ook toekomen? Want, sorry? Wil je ook aan je vraag toekomen? Ja, ja. Wij nodigen iedereen uit om mee te doen. Dus ik wil hier ook vragen aan de vertegenwoordiger van de provincies of de provincies ook mee willen doen om dit initiatief naar beneden bij de mensen te brengen en daar met proces en dialoog tot goede resultaten te laten leiden. Jan Jacob. Hebben het stuk uit de krant mogen vernemen over wat er nu precies werd voorgesteld. En daaruit viel ons op dat er een suggestie werd gedaan om 100.000 hectare bos te gaan creëren, wat door een aantal partijen naar voren was gebracht, zonder dat er iets werd gezegd, of in ieder geval gesproken was met partijen waar het grootste gebruik vandaan zou moeten komen, het grondgebruik, en dat is met name de agrarische sector. En daar hebben wij ons wel een beetje over verbaasd. Dus wij zouden een van de elementen waar wij het graag over zouden willen hebben, of waar hier ook over gesproken werd, verbindt nu diverse groepen. Het eerste is, ga daar nou nog eens met name naar kijken van hoe je daar iets mee zou kunnen doen. Een tweede opmerking. Het viel ons op dat er ook partijen in die coalitie waren die zeiden van, het is heel erg goed voor de biodiversiteit. En daar heb ik ook nog eens eventjes over nalopen denken. Ja, het is goed voor een bepaalde vorm van biodiversiteit. Maar als je met name op het terrein van akker en weide het een en ander zult weg moeten halen omdat je daar bomen gaat neerzetten, weten we dat één groep echt de dupe van dit geheel zal gaan worden. Dat zijn de akker- en weidevogels. En als er nou één onderwerp is wat ook weer dicht bij de identiteit van de burgers uitkomt, is het nou juist die akker- en weidevogels. Dus wij denken dat er nog wel een discussie over dit onderwerp te voeren is. Maar de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan is er altijd. Maar dan weet u in ieder geval welke elementen wij tot op dit moment een beetje gemist hebben in de plannen zoals ze hier naar voren zijn gebracht. Tot zover. Nee, niet meer opnieuw reageren, want dan komen andere mensen niet meer toe. Zijn er andere vragen of opmerkingen? Het staat u allemaal vrij. Ook leden van de commissie staat het vrij, maar ik geef eerst woorden gelegen in de zaal. Daar is een vraag. Ja, dank u. Mijn naam is Schoosmeets, GroenLinks statenlid in Noord-Brabant en lid van de werkgroep Omgevingsvisie. En ik wil toch even het beeld corrigeren van het Brabants volkslied. Het hoogtepunt van de IPO-conferentie in Nijmegen was ook natuurlijk het klassiek concert en de Sint-Steven, maar vooral de Brabantse avond waar we alle provinciale volksliederen hebben gezongen. Ja. Maar daar wordt nog altijd Guus Meeuwis gezongen, dus ja. Dat is iets anders dan... En dank voor de gloedvolle betogen en ook de pittige betogen. Waar ik een vraag over heb, ik ben nauw betrokken geweest bij het hoogspanningstracé in West-Brabant. 2 jaar geleden is daar een tracéwijziging doorgevoerd. Zonder overleg met de regio. Dat heeft geleid inderdaad tot het vertrouwen waar u het over heeft. Hè, van wat heel belangrijk is. En dan denk ik wel eens van ja, hoe kan het toch dat we grote besluiten, gaat over een traject van 1 miljard euro, Tennet voert het uit, grote besluiten ineens terugdraaien zonder overleg met de burgers. En dat betekent dus dat je de hele tijd nu op achterstand staat, ook als politicus, om dat vertrouwen weer terug te vinden. Dus ik wil graag u vragen. En wie is u? Jan Jacob van Dijk. Ja, als wij als provincie van het landschap willen zijn, dan zullen we ook alle vragen krijgen. Nee, dan ga ik voor zorgen dat dat niet zo gaat. En die berekening van de RLI, toch? Ja. Oh ja. Oh, is dat ook... Dat hadden ze nog niet verteld. Wat denk je dat dat boekje kost? Ja. Oh, is goed. Dus geen enkel probleem, maar dan ook niet meer. Eventjes terug. De betrokkenheid van burgers. Dat vind ik zelf een van de lastigste thema's die er is. Want hoe doe je het nou zo dat je het met vertrouwen dat proces ingaat en het gevoel hebt dat al die mensen erbij betrokken zijn. Kijk, wij als overheid hebben heel vaak de neiging om ergens naartoe te gaan en dan te zeggen, wij hebben nagedacht over het probleem, dit is de oplossing. En wij doen gewoon een platte manier van inspraak en u mag dan nog iets zeggen, maar wij gaan verdedigen wat we verzonnen hebben. Dat is volgens mij niet de goede manier. Wij moeten het anders gaan doen, wij moeten namelijk veel meer naar mensen toe gaan en tegen mensen zeggen, we zitten met een aantal dilemma's. En we willen daar eens met u over praten, want u hebt ook expertise en u kunt daar ook het een en ander over vinden en over doen. Om daar dan langzamerhand
toe te werken van bent u het eens met de dilemma's waar we voor geplaatst worden en dan langzamerhand een paar stappen verder komen. Dat is één manier. Maar de tweede manier is, of een tweede aspect waar ik nog wel eens tegen aanloop, ik mag ook verantwoordelijk zijn voor energietransitie binnen mijn provincie, is met welke burgers komen nou uiteindelijk op dit soort bijeenkomsten af? En dat zijn, ja, Tom-Jan Meeuws heeft daar wel eens een keertje in een artikel in NRC Handelsblad over gezegd, de grote bekkendemocratie, degene die het hardste roept, is degene die het dan misschien bereikt. En hoe zorg je er nou voor dat je iets weet te organiseren, waarvan grote groepen die wij nu bijna niet spreken, dat we daar dan toch mee in gesprek gaan komen? En laat ik u één voorbeeld geven, wat wij binnenkort gaan doen. Wij hebben gezegd, wij gaan nu een natuurvisie ontwikkelen, werpen en wij willen kijken wat burgers nou precies vinden van hetgeen wat wij, waarvan zij vinden dat het van belang is. En wij hebben gezegd, wij gaan straks eens een keertje met, afhankelijk van het jaargetijde, of met een pan met ertessoep of met koffie, aan het begin van een natuurgebied staan en daar gewoon mensen aanspreken, waarom komt u hier? En wat is nou hetgeen waarom u eigenlijk vindt dat we hier iets mee zouden moeten doen? Of beter gezegd, vindt u dat we er iets mee moeten doen? En als u vindt dat wij er iets mee moeten doen, wat mogen wij dan van u vragen om te mogen doen? En dan krijg je hele andere gesprekken dan dat ik met u over dat onderwerp ga praten. Met alle respect voor al uw meningen, maar dan heb ik het gevoel dat ik met andere groepen, waar ik normaal niet mee in contact kom, dat ik dan op dat moment daar wel iets mee zou kunnen doen. En dan is er een slimmerik die zegt, en waarom ga je dan alleen maar met die mensen praten die dan naar die natuur toe gaan? Waarom ga je ook niet naar die mensen die op zeven hoog achterwonen en daar dat ook niet willen doen? Nou, misschien is dat nog wel een volgende stap. Maar het is ongelooflijk lastig om dat op een manier te doen die bevredigend is voor alles en iedereen. Annemiek? Nou ja, dit was ook bij ons natuurlijk een vraag van hoe gaan we dat dan doen in gebiedssessies? En ik denk dat het vraagt dus wel heel veel voorbereidingstijd om de groep goed samen te stellen. Dat is voor... Je moet voorkomen dat je inderdaad belangenvertegenwoordigers krijgt, die ook alweer binnenkomen met een bepaalde gevoelde opdracht van ik moet wel voor dit belang staan. Een hele diverse samenstelling over leeftijd, over plekken in de samenleving, hoog, laag, links, rechts. Het gaat echt, dat vraagt veel voorwerk om een goede groep samen te stellen en het dus niet aan het toeval over te laten. Maar wat ik zelf heb gemerkt, en niet alleen bij die gebiedssessies, maar... Ik doe het eigenlijk al jaren, zeg ik, als het je lukt om aan het begin van een bijeenkomst mensen het verhaal over, een persoonlijk verhaal te laten vertellen over wat zij met het gebied hebben of iets uit hun jeugd of wat ze hebben met water of wat ze hebben met natuur, dat er iets heel bijzonders gebeurt, omdat mensen personen worden die gaan stralen over op basis van hun verhalen. En dan blijkt gewoon dat we als mensheid en zoals we hier met z'n allen zitten, veel meer overeenkomsten dan verschillen hebben. En het is dus ook de type gesprek wat je inzet en de manier waarop je dat doet, wat heel bepalend is voor nou ja, of je op de verbinding zit of wat ons scheidt. Kom je met een plan binnen, verdeel je eigenlijk de groep al op voorhand in voor- en tegenstanders. En is de verbinding al verbroken voor je begint. Dus dat is ook wel een belangrijk essentieel punt. Van ga niet pas praten als je eerlijk zelf eigenlijk al te ver bent in het proces. Durf het aan om je plan thuis te laten. Ik herinner me onze bijeenkomst in de buurt van Meidrecht. Dat waren iets van 20, 25 mensen, allerhande achtergrond. Er was één belangenvertegenwoordiger bij. Ik verklap niet welk belang dat was. Maar daar was ook geen gesprek mee te voeren. Nee. En met de rest heel goed. Niets te nadelen van belangenorganisatie. Ik heb bij velen gewerkt, maar ik zie achter in de zaal daar en daar en daar. Maar allereerst de meneer met het... Ja, dank u wel. Mijn naam is Theo Vogelsang. Ik werk bij Wageningen Economic Research. En waar ik nog een beetje moeite mee heb, is hoe ik het advies van de commissie, waar ik overigens zeer veel respect voor heb en ook een goed verhaal vind, maar hoe ik dat kan koppelen aan de transitie en nog misschien wel belangrijker dan die van de energietransitie, namelijk de transitie in de veehouderij in ons land. Transitie van met name de intensieve veehouderij. Net in het filmpje van de IPO kwamen al even de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen aan de orde. En als ik dan nadenk over hoe dit advies toegepast zou kunnen worden op die transitie, dan haak ik nog een beetje af. Dus misschien iets voor de vervolg, maar ik zou toch graag even een korte reactie van de inleiders op dit vraagstuk hebben. De inleiders, waar ik nou voor kom, want dan komen we een andere vraag niet meer toe. Misschien Annemiek even op dit punt en dan de volgende vraag.
Nou ja, even op dit punt is wel veel gevraagd. Hè. Ik denk dat het best een terechte en ook complexe vraag is. Maar in die zin zou ik toch op dit punt gewoon kijken van in welk gebied manifesteert dit vraagstuk zich nu binnen nu in 20 jaar? Wat moeten we aan voorwerken, research doen om het materiaal op tafel te hebben over de uitdaging, de aard en de omvang van de verandering die in zo'n gebied gaat plaatsvinden? En dan toch eerst terug naar de kernwaarden van het gebied, de mensen om tafel zien te krijgen over wie het gaat en die ook ja, die verandering moeten gaan meemaken. En van daaruit de opgave op tafel leggen en dan gaan zoeken naar oplossingen. Ja, het klinkt heel algemeen, hè? Het is wat Cruyffiaans. Je denkt bijna van, nou, je ziet het pas als je door hebt, is dit het nou? Maar zoals hier ook al wordt gezegd, het is gewoon experimenteren, zoeken, proberen en met open mind ingaan. Ik zou de uitdaging wel aan willen gaan om het een keer te proberen. Er komt zoiets, maar eerst nog anderen achter in de zaal die eerst het woord hadden gevraagd. Er is een mevrouw en daarna zie ik Hank Bartelink van de Landschappen zijn vinger opsteken. Dus die krijgt zeker ook het woord. Ga je gang. Emmy Nuijen, ik ben bewoner van het Rivierenland en ondernemer daar. En nou, ik heb ook lang in het Waddengebied gezeten, daar moet ik even aan denken. En ik ben rivierjutter geweest van Ruimte voor de Rivier. Dus vanuit de bevolking denk ik van er zijn best wat ambassadeurs die voor zo'n gebied willen staan. En die daar ook hart voor hebben en die ook zorg willen dragen. Maar wat mij nu aansprak is een groot samenhangend netwerk. In plaats van nationale parkjes zoals er even gezegd werd. En ik vroeg me af of daar al ideeën over zijn hoe dat georganiseerd wordt. Nou, dat is natuurlijk altijd jammer. Hè? Dus wat is ons advies niet? Ons advies is geen blauwdruk voor het landschap van de toekomst. Hè? En dat is ook omdat wij denken dat dat eigenlijk haaks zou staan op de essentie van het advies. Dat je niet met een stel professionals in een hok de toekomst van het grote samenhangende beeld van het landschap zou kunnen maken. Maar ik weet in ieder geval dat er één groep die voor ons gewerkt heeft in de challenge, desalniettemin toch met die uitdaging aan de gang is gegaan. En die hebben dus wel een antwoord gemaakt op dat grote samenhangende landschap. Dat is dus niet per se ons advies, maar wel een bouwsteen voor onze discussie geweest. Dus dat is wel te raadplegen. Hank Bartelink, zeg ik staan. Ik verklap je naam al, Hank, dat mag misschien wel. Ja, jouw stem is luid genoeg volgens mij. Dankjewel, Jan-Jaap. Dankjewel, voorzitter. Ja, ik had een hele lange intro, maar ik heb maar weinig tijd. Nee, dat mag niet. Daarom heb ik de vraag aan alle drie. Dat gaat misschien makkelijker. Nee, even heel concreet. Overigens, wij zijn een belangenbehartigingsorganisatie, maar met ons valt wel te praten. Zeker. Sommigen ook toegelaten. Ik voel me niet aangesproken. Nee, allerlei zaken die hier over de bühne gaan. Overigens waardering voor het rapport. Maar dingen als integraal, bovensectoraal, vitaliteit. Ja, ik zou bijna zeggen, daar kan je niet mee oneens zijn. Dat spreekt ons zeker aan. Maar ik wil heel klein even een ander spoor. En dat is namelijk, er is ook nog iets gaande als de omgevingswet. En daar kan je van alles van vinden. Ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt. Het is in ieder geval de wet waar het voor het eerst sinds lange tijd het woord landschap in staat. En mijn vraag is eigenlijk van, is de omgevingswet nou een geweldige kans of een gemiste kans? Ik ga die vraag aan Bernard Stroopman stellen, want die is sinds kort rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Ja, maar daar weet ik toch te weinig over. Ja, Ga ik niet reageren. Nee, heb ik geen antwoord op. Nee. Jan-Jacob? Nou ja, kijk, de omgevingswet is een algemeenheid. Zijn wij een groot voorstander van? Natuurlijk, er is altijd wel wat op aan te merken. Maar in zijn algemeenheid vinden wij dat die omgevingswet op een goede manier in elkaar zit. Omdat het meer gelegenheid biedt om met bevolking of maatwerk te kunnen leveren. En niet allerlei regels waarin je alles al dicht geregeld hebt. En dat is de grote kans die je hebt. Dus als je het wilt hebben over hoe wil je omgaan met landschap. Daar ook het gesprek wilt gaan voeren met de bevolking en met de benutters en de belevers en de beschermers van het landschap, dat goede gesprek wil gaan voeren, moet je niet aan de voorkant al heel zwaar in allerlei regels en regelingen vastzitten van dit kan niet en daarom, u hebt het maar te slikken. Om die reden denken wij dat die omgevingswet ons echt wel een mogelijkheid biedt om dat goede gesprek te kunnen gaan voeren. Zullen er fouten gemaakt worden? Ongetwijfeld. Maar ik zie eerlijk gezegd dat hier toch wel grote kansen in liggen voor ons om daar het een en ander mee te doen. Hetgeen ook overigens onderdeel van ons advies uitmaakt. Ja, ik ben
En de voorganger van Ben Hofstal. Hij is adviseur voor het landschap geweest. Ja. Ik heb een vraag aan jou, Annemiek. Ik heb ontzettend genoten van je verhaal. Ik vond het een prachtig verhaal. En ik deel ook heel erg jouw gevoel van het optimisme. En dat je zeg maar gebiedstransformaties goed kan begeleiden als je daar ontwerpend, zeg maar een ontwerpende benadering op zet en bewoners goed bij betrekt. En dat heb ik zelf altijd zo gemerkt in mijn werkende leven, dat het ontzettend helpt als de overheid daar gewoon een aantal simpele spelregels voor stelt om mensen in positie te brengen. He, bijvoorbeeld het feit dat in 1917 is afgesproken tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer dat alle nieuwe wegen die we aanleggen, daar wordt een landschapsplan voor gemaakt. Nou, dat heeft ons toch in Nederland veel prachtige snelwegen opgeleverd. Ook de ruilverkavelingswet van 1954. Denk ik, Peter, het resultaat zou veel erger zijn geweest als daar niet in was vastgelegd dat ook altijd een advies landschapsbouw is gemaakt. En eigenlijk zo'n simpele regel die naar mijn gevoel de Rijksoverheid moet stellen, hè, van hoe wordt het proces georganiseerd met bewoners en hoe wordt dat ontwerpproces in positie gebracht. Ik weet niet of jullie advies er al echt uitgesproken over is, maar het lijkt mij heel erg belangrijk dat daar gewoon simpele afspraken over worden gemaakt, die ook niet veel geld hoeven te kosten en die volgens mij wel echt bij het Rijk vandaan moeten komen. Dus ik ben benieuwd, misschien ook Berno, en ook hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, wij hebben in het advies heel nadrukkelijk dus ook bepleit dat die drie kernelementen van pak de transitie, zet daar een ontwerpende benadering op, maar respecteer daarin en haal actief de waarde in het gebied op die je moet beschermen om mensen hun verbinding met het gebied te laten behouden. Om dat in het hart van het omgevingsbeleid te verankeren, dus ook in de omgevingswet. Er is ook een antwoord op die vraag van landschap staat in de omgevingswet, dat is goed nieuws. Als je close reading doet, is dat misschien nog wat veel de sectorale insteek van landschap als een van de vele elementen. Wij zouden het graag aan de zorgplicht willen koppelen. Zeggen iedereen die aan de gang gaat met het Nederlands landschap en daar grote veranderingen of in wezenlijke veranderingen in tot stand brengt, die moet gewoon kwaliteit leveren. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen, heb je verankerd dat er niet meer zoiets als sectoraal beleid staat waar landschap de resultante is van hoe dat dan maar optimaal en tegen zo laag mogelijke kosten ingepast kan worden. Maar dat iemand die met een grote sectorale uitdaging worstelt, een wateropgave, een nieuwe hoogspanningsleiding of het zoeken naar plekken waar we duurzame energie kwijt kunnen, dat die een dubbel doelstelling meekrijgt. En ik denk dat we daar nog heel veel kansen hebben om dat, gewoon die kwaliteit beter te borgen. Kijk ook even naar mijn commissieleden of die daar nog aan toe willen voegen. Dirk? Wil jij nog op jouw bekende wijze hier nog een mooie stroof aan toevoegen? Ik heb aan dit advies mogen meeschrijven. En ik denk in alle bescheidenheid, niet omdat ik er zelf aan meegeschreven heb, dat het een erg belangrijk advies is, omdat we nog een keer iedereen in herinnering brengen dat landschap ongeveer 500 jaar anciëniteit heeft op moderne begrippen als omgevingskwaliteit, ruimtelijke ordening. Dat zijn nieuwlichters vergeleken bij landschap. Dus in die super ingewikkelde wereld van de omgevingsvisie, waar alles in een alle belangen in één soort zipfile samengebracht moeten worden, denken we dat voor de conversatie met de bewoners, de mensen die er in het landschap opgegroeid zijn, dat landschap een kernbegrip zou moeten zijn. En daarom mijn vraag ook aan de gedeputeerde. Je had het over, we moeten het landschap, de drie B's, beleven, benutten en beschermen. Maar de essentie van het advies is niet, ja, je zou kunnen zeggen, het is het beschermen, maar het is ook de andere B, het is ook het een beetje bemoederen. Het helpen maken van nieuwe landschappen is iets anders dan beschermen. Dus aan jou de vraag, waar zit die derde? Die vierde. En welk woord is dat eigenlijk? En zit dat in jullie beleid? Dus ook met een B. Er zijn er al vijf. Nog even doorgaan dan. Nou, misschien dat dat woord bemoederen, dat dat wel een heel mooi woord is om integraal daaroverheen te leggen. Want bemoederen betekent dat je soms ook eens een keertje, kijk, beschermen betekent alleen maar je zet er een hek omheen en klaar. En bemoederen betekent dat je ook een verantwoordelijkheid wil dragen waarin de diverse functies tot uitdrukking komt.
Dus ik vind die term bemoederen eigenlijk een soort parapluwoord over die drie elementen heen. En ik ben dankbaar voor de aanreiking van dit begrip. Wij moeten er nog het een en ander mee doen. Maar ik denk dat wij die term wel mee zullen nemen. Ja. Ik vind hem wel mooi. Ja. Nou, dat lijkt me heel goed. Overigens, moederen volgens mij weer een andere woordgebruik voor liefdevol begeleiden. Hè? Tenminste, mijn moeder heeft mij liefdevol begeleid. Dus, ja, het moest met een B. Ik geef gelegenheid voor een laatste vraag en dan ga ik afronden. Die is hier. Ja, bemoederen. Als Randstadbewoner kijk toch een beetje met deernis naar de bevolking in Groningen, Noordoost-Groningen. In de eerste plaats denk ik dat niet bemoederen nodig is, maar dat als je naar energietransitie gaat, je ook mag kunnen profiteren van ontwikkelingen. Nou, bij de aardgas is dat wat minder gelukt. Er wordt nu pas geprofiteerd nu de woningen in elkaar zakken. Dus daar komt inderdaad financiering voor om dat te herstellen. Als het gaat over energietransitie in relatie tot die windmolens, waar Berno het over had. Ja, dan krijg je een aantal grondbezitters, typisch grondbezitplanologie. Die gaan heen met de opbrengsten van de windmolens. En ja, de bevolking kijkt ernaar, maar die profiteert er niet van. Dus het gaat niet alleen bemoederen, maar dat jullie ook regelen dat er spelregels komen hoe een bevolking kan profiteren van veranderingen. En dat kan belonen zijn en meer dan alleen maar zorgen dat die woningen niet in elkaar zakken. Ja. Eerlijk gezegd, kijk, energietransitie, want daar zien we dat begrip nu. Nu natuurlijk het scherpste terugkomen. Als het gaat over ingrepen in het landschap, zien we dat bij energietransitie, het is niet voor niks dat Benno dat ook als thema heeft gekozen van waar de hardste ingrepen zullen zijn. Daar zal het meest spannende worden. En daarin zien wij aan de ene kant dat er in de discussies die ik ook mag voeren met diverse gemeenteraden als het gaat over, nou, hoe gaan we dat nou doen met die windmolens. Ja, waarom moeten ze hier dan komen? Waarom komen ze niet daar te staan in die buurgemeente? Dus nou, die hele discussie. Daarvan hebben wij als IPO ook gezegd. Het is belangrijk dat er een consistent verhaal wordt neergelegd waarom die energietransitie zo ongelooflijk belangrijk is. En wat ons betreft zijn er vier argumenten. De ene is, we hebben vanuit de rentmeesteropdracht, moeten wij de aarde beter achterlaten voor onze kinderen dan dat we hem zelf hebben aangetroffen. Het tweede is, wij willen toch voor onze energie niet afhankelijk zijn van geopolitiek instabiele regio's, zoals Rusland en het Midden-Oosten. Het derde is dat wij aangeven vanuit economische motieven is het van belang om dit te gaan doen. Kijk maar, wij als provincie Gelderland, 4 tot 6 miljard euro per jaar vloeit er uit onze provincie weg om energie binnen te halen. Als we daar een kwart van in onze eigen provincie weten te houden, moet je kijken wat voor spekkoper we zijn. En het vierde is, wij weten dat klimaatverandering als eerste neerslaat in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten en in delen van Azië. Als het daar misgaat, zien we welke bewegingen er deze kant op komen. Als we willen voorkomen dat die bewegingen tot stand moeten komen, dan is het verstandig dat wij iets doen aan die energietransitie, omdat we daarmee ook stoppen dat soort processen tot stand komen. Dat is het eerste wat we zouden moeten gaan doen. Het tweede is, wij moeten meer nadenken over de vraag, hoe zorgen we ervoor dat die initiatieven niet die dorpsgemeenschappen gaan splijten tussen degene die toevallig een beetje voordeel heeft van het geheel en degene die daar pech van heeft. Want er zijn hele dorpsvetes die op dit moment ontstaan als gevolg van dit soort dingen. Dat betekent dat we minder vast moeten leggen op kaarten, zodat grondspeculatie voorkomen gaat worden. En dat we na moeten denken over de vraag, hoe kunnen we gemeenschappen echt laten profiteren van de komst van deze duurzaam opgewekte energie. Daar zijn wel initiatieven voor, maar daar zouden we het gesprek eens over moeten voeren. Maar dat zijn de elementen waar we iets mee moeten. Maar vooral dat brede verhaal, dat moet veel steviger en consistent naar buiten worden uitgedragen. Ik ga afronden, want anders kom ik mijn belofte niet na. Het is 16:45. Ik wil allereerst de mensen hier zeer hartelijk danken voor hun inleiding en ook voor het beantwoorden van vragen die gesteld zijn. Over bedanken gesproken, ik wil sowieso iedereen bedanken die bij de voorbereiding van het advies betrokken is geweest. De mensen van de commissie, Dirk Loorbach, Dirk Simons hier aanwezig. Maar natuurlijk ook de mensen uit de streek en van de bureaus die hier, en universiteiten die hier ook voor een deel vandaag zijn. Zeer hartelijk dank. Zonder jullie was het hier niet geweest, hadden we deze dag niet gehad.
En ik wil uiteraard ook al diegenen bedanken die bij de organisatie van de dag van vandaag betrokken zijn geweest. Dat is opnieuw natuurlijk het secretariaat van de Raad voor de Leefomgeving, maar ook alle andere mensen die hierin hebben meegewerkt. En weer niet in de laatste plaats de mensen die jullie hier voor je zien. Zeer hartelijk dank. Het was een dag die, of een middag, die niet te lang heeft geduurd, maar wel weer de nodige energie heeft vrijgemaakt, over energietransitie gesproken. Ik hoop dat we die kunnen aanwenden voor het bemoedigen van het landschap. En misschien worden we dan wel beloond ook. Ik dank jullie allemaal zeer. Ik wens iedereen wel thuis. En ik heb zojuist de verheugende mededeling gekregen dat als u daar prijs op stelt, er beneden nog iets te eten en te drinken is. In omgekeerde volgorde overigens. Hartelijk dank en tot de volgende keer. APPLAUS